Dames en heren, welkom bij de raadsdebatten van 20 februari. De eerste van twee avonden zoals helaas, zou je soms zeggen, bijna te doen gebruikelijk. Vanavond een aantal onderwerpen op de agenda staan. Ik meld volledigheidshalve dat agenda punt 5 is komen te vervallen door de intrekking van de fractie van gemeente Belangen Twenterand. Ik meld voort dat D66, de fractie van D66, door ziekte afwezig is. Mocht de heer Van der Kozijnen kijken, dan wens ik hem ongetwijfeld namens u allen van harte beterschap toe. En ik heb afmeldingen ontvangen van mevrouw Uitslag van de CDA-fractie en mevrouw Abbink. En ook van de heer Pape namens de fractie van gemeente Belangen Twenterand. Wij beginnen met de agenda. De eerste drie agendapunten 1a, 1b en 1c zijn met elkaar verweven. Die stel ik integraal aan de orde. Dat betekent dat u 5 minuten spreektijd krijgt in eerste termijn. Gezien de agenda zal ik u strak aan de spreektijd houden. En ik deel ook nog mee, vooral richting het college, dat wij conform afspraak dat u 1 termijn krijgt om te beantwoorden en niet 2 zoals er weer ingeslopen was. Dus u krijgt 1 termijn en ik verzoek u bij die beantwoording niet uit te wijnen als dat niet nodig is. En ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Wij beginnen met agendapunt 1. 1a is de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen. 1b de tarieven lijkbezorgingsrechten 2018. En 1c is de uitwerking motie natuurbegraafplaatsen. Aangemeld hebben zich, en dat is een beetje verschillend per fractie, dus ik ga ze maar gewoon allemaal af. Want sommigen hebben zich wel aangemeld voor 1a en niet voor 1b en 1c. Dus u krijgt van mij allemaal 5 minuten de gelegenheid om uw verhaal te houden. En ik geef als eerste woord aan de fractie van gemeente Belangen Twenterand. Meneer Elzinga, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Eigenlijk zouden we als GBT blij moeten zijn met het voorliggende raadsvoorstel. GBT is namelijk voor eeuwigdurend grafrecht. Dat in 2005 werd geschrapt uit de verordening was een van de redenen dat onze partij is opgericht. En eeuwigdurend is voor GBT eeuwigdurend en niet 60 jaar, want dat is 60 jaar. Verder vonden we dat de begraaftarieven te hoog waren en naar onze mening naar beneden konden. Dat de tarieven lager konden, werd steeds ontkend in dit huis. Het zou eerder hoger worden. Nu, na 13 jaar blijkt, het kan dus toch. En dat vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Echter, de tarieven kunnen nog lager. Maar allereerst de vraag, voorzitter en college, of nabestaanden die tot nu toe alleen konden kiezen voor een dubbel graf, dus naast elkaar, nu bij het omzetten naar eeuwigdurend grafrecht ook dubbel diep mogen worden begraven. Is dit technisch mogelijk? Wij denken dat het artikel 8 daarover gaat van de verordening, maar het is voor ons niet echt duidelijk. Dus graag een antwoord van de wethouder daarover. Zoals gezegd, de tarieven kunnen lager. Maar ja, onze ingediende voorstellen, die met een ruime meerderheid van de raad zijn aangenomen, alleen SGP stemde tegen, zijn na 8 maanden nog steeds niet uitgevoerd. Ik weet niet anders dan dat door een raad benoemde wethouder een wethouder is van de hele gemeenteraad. Een wethouder onderdeel van het college van alle inwoners. En niet een select groepje. Ik kan dit zeggen omdat hier een raadsvoorstel ligt waarbij 2 aangenomen moties vorig jaar in juli nagenoeg compleet zijn genegeerd. Ten eerste de motie natuurbegraafplaatsen. Deze luidt als volgt. Ik zal het kort samenvatten. Het komt erop neer dat er naar geschikte locaties moet worden gezocht, hoeveel graven mogelijk zijn en wat dit kost voor de gemeente en nabestaanden. Het kan aan mij liggen, maar het bijgevoegd onderzoekje gaat niet op eventuele geschikte locaties in Twenterand. Of geeft niet aan hoeveel graven mogelijk zijn. Laat staan wat de kosten kunnen worden voor gemeente of nabestaanden. Met het niet zeggende onderzoekje is alleen maar tijd gerekt. En daarvoor is ook nog een extern bureau ingehuurd. We hebben toch geld zat. Dan de motie kostendekkendheid begraafplaatsen verbeteren. Daar zien we helemaal niets van terug. Nu wordt het opgeschoven naar het voorjaar, ergens in juni. Dan is er dus al een jaar voorbij en we hebben nog niets. Terwijl de motie vraagt om de kostendekkendheid in beeld te brengen van begraafplaatsen en de kosten van begraven voor nabestaanden als het product begraven wordt uitbesteed aan een marktpartij. Ook hier stemde alleen GBT tegen. Wij zien er hier niets van terug. Voorzitter, GBT wil weten waarom de wethouder een voorstel van de gemeenteraad halfslachtig uitvoert
en een ander voorstel niet heeft betrokken bij dit begraafdossier wat we vanavond behandelen. Te meer en geen verklaring voor zijn handelen is afgelegd hier in de gemeenteraad. Tot zover de eerste termijn. Dank u wel, meneer Elzega. Dan het woord aan de CDA-fractie, meneer Kelder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, wij zijn in ieder geval content met het stuk de stukken die nu voorliggen. Helaas, inderdaad, ontbreken nog twee uitvoeringen, uitgewerkte stukken, maar ik ga ervan uit dat de wethouder daar straks wel op reageert waarom. De notitie en de tarieven die nu in ieder geval voorliggen, is iets wat wij in ons bestuurscore hadden aangekondigd. En meneer Hans gaat zeggen net voor de verkiezing, ik ben blij dat het in ieder geval nu nog gelukt is. Ik ben ook heel content mee dat het inderdaad blijkt dat we goedkoper kunnen dan we in het verleden deden. Ja, en we gaan voor onbepaalde tijd. Dus ik sluit me graag aan bij de GPT-fractie. Dat is natuurlijk een wens die heel breed gedragen wordt en ook vanuit onze partij natuurlijk een warm hart toe wordt gedragen. We hebben in het debat in december aangegeven dat wij de notitie alleen maar willen behandelen op het moment dat de tarieven eraan gekoppeld zijn. Nou, die hebben we nu gekregen. En je kan natuurlijk alle aannames die en uitgangspunten die je daarin in opneemt, kunnen natuurlijk de discussie stellen. Aantallen die genoemd worden. Maar als je naar het rapport kijkt, en we hebben er zelf ook uitvoerig naar gekeken, dan denk ik dat het een bijzonder mooi stuk is. En ik ben heel content mee dat het in ieder geval ook begraven voor onbepaalde tijd tegen een redelijk tarief goed te doen is. En ik wil in ieder geval de complimenten uitspreken naar de wethouder toe, dat we op deze manier dit stuk nog voor de verkiezing af kunnen sluiten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kelder. Dan de fractie van de ChristenUnie, de heer Smelt. Dank u wel, voorzitter. Nou, het zou niet verbazen dat wij met de vorming van deze coalitie gesproken hebben over eeuwige grafrust. En je kunt inderdaad een discussie voeren over wat eeuwig is. En ik heb u al vaker gezegd, eeuwig hebben we pas eeuwigheid als we niet meer hier zijn. En eeuwigheid is een begrip wat ook in het huidige tijdsbestek van de huidige agenda moeilijk te meten is. Want kijkt u eens naar de begravingen van heel lang geleden, als u nog weet waar die graven liggen. Hè, dus je moet het ook in de tijd zetten, in de verordening zetten, zoals we het waar kunnen maken. En als antwoord op meneer Elzega, die dan bij eeuwig de opmerking maakt 60 jaar. Nou, ik denk dat we, als we naar deze verordening kijken, in ieder geval stap gezet hebben om langdurige eeuwige grafrust binnen de beperking van het begrip eeuwig te kunnen organiseren. Waarvoor wij de wethouder en het college dank zeggen dat ze dit voorstel vandaag aan ons doen. Het is voor ons, als mijn fractie, geen absolute must geweest. Dat hebben we vaker gezegd. We hebben aangeven dat wij graag willen dat er een keuze is binnen een aantal termijnen waarop nabestaanden kunnen kiezen voor een periode van 30 jaar, 50 jaar voor kindergraven. En daar waar de wens ligt om eeuwig te begraven, zouden we dat mogelijk moeten maken. Wij zagen een ongewenste situatie waarbij met name de oude begraafplaats Friezeveen, oude graven, werden aangeboden om daar nieuwe begravingen in te doen. Dat wil niet zeggen dat wij die begraving ongewenst vonden, maar we zagen vanuit de context die we toen een tijd met elkaar hier bespraken, liever dat het nieuwe deel waarvoor we uitbreidingen gedaan zou worden gebruikt om daar nieuwe begravingen te laten plaatsvinden. Dat ook dit een keuze is waar mogelijkheden zijn en dat we daar nu ook niet aan zitten, vind ik een groot goed, vind ik goed. Maar ik hoop dat het in de hand werkt dat mensen nieuwe begravingen ook makkelijker zullen doen op het nieuwe begraafdeel hier, althans de Friezeveen. Verder vind ik het naar de totale gemeenschap van belang, en daar hecht ik ook aan, om een keuze aan te blijven bieden. Het moet een keuze en het kan een keuze zijn voor nabestaanden hoe lang zij hun geliefden willen begraven. En een keuze in welke termijn ze dat willen verlengen. En daar houdt deze verordening in en daar zijn wij zeer content mee. Voorzitter, ik maak een bruggetje naar de vorige vergadering waarin ik een opmerking maakte richting het college met betrekking tot privébegraafplaatsen. En ik neem daar de natuurbegraafplaatsen maar even gemakshalve in mee, voorzitter. Maar we hebben met de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied, vanwege het indienen van een zienswijze, een specifieke locatie op het oog gehad waar mogelijkerwijs een privébegraafplaats zou kunnen zijn. En het GBT maakte daar toen een opmerking over en ik heb erop aangehaakt. En ik wil u nu vragen, college, om een concrete toezegging doen. Ik zei u toen, ik kom daar de volgende vergadering op terug, en wel om deze. Wilt u als verantwoordelijk portefeuillehouder nog in gang zetten, onder uw verantwoordelijkheid, dat we
voor de begravingen in Twenteland. Kijken waar privébegravingen voor heel Twenteland mogelijk zijn. Niet specifiek voor de situatie aan de Harmsen waar wij over spraken. Maar wilt u een verkenning doen en concreet maken, specifiek maken, dat waar kiest de gemeenteraad ervoor als dat voor heel Twenteland mogelijk zou zijn. Voorzitter, ik rond af. Ik heb nog een concrete vraag met betrekking tot, en dat is een trieste situatie, kindersituaties, kinderbegravingen, jong volwassenen situatie waarbij jonge kinderen nog thuis wonen en waarbij er meer graven gekocht kunnen worden. Er was vroeger een regeling voor, heb ik mijn raadslid laten vertellen in de fractie, waarbij er een soort van compensatieregeling was en er een afspraak werd gemaakt tot betaling omdat de situatie werd uitgerekt werd en dat er mogelijkwijs wel 2 of 3 graven naast elkaar gekocht kunnen worden. Stel dat het kind zou overlijden en dat ouders daarbij begraven willen worden, dat de mogelijkheid er is dat men die ruimte kan reserveren, bijvoorbeeld een aanbetaling kan doen, maar de daadwerkelijke grafrechten op lange termijn zou kunnen betalen. Wilt u daar mogelijkwijs in uw termijn eens op reageren? En anders moeten wij misschien een voorstel doen in uw raad. Voorzitter, dit was het voor ons in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smilt. Dan de SGP-fractie. De heer Dekker. Dank u wel, voorzitter. Dat begraven van onbepaalde tijd weer mogelijk wordt, heeft een nadrukkelijke instemming van de SGP. Dit beantwoordt aan de wens en ook de zorg van een groot deel van onze inwoners. Het kunnen omzetten van grafrechten van onbepaalde tijd, van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd, is daarbij een logisch onderdeel. Het begraven in familiegraven, wat al enige tijd aan de orde is, wordt nu ook formeel geregeld en naar onze mening is dat een goede zaak. Onze bedenking hebben we echter bij het uitgeven van grafrechten voor 10 jaar. Wij voorzien dat hierbij op termijn ongewenste en wellicht onvoorziene situaties kunnen optreden. En we vragen ons af of voldoende rekening is gehouden met de vaste kosten verbonden aan het op termijn weer ruimen van graven bij niet verlengen. Daardoor het beëindigen van de gesloten begraafcyclus op lange termijn de begraafplaatsen opnieuw uitgebreid moeten worden, is naar onze mening nu nog niet met zekerheid vast te stellen. Dit zal ook sterk beïnvloed worden door het begraven in familiegraven en de ontwikkeling van het aantal crematies. De volgende evaluatie na een aantal jaren zal een scherper beeld ook daarvan op kunnen leveren. Ook is het van belang de totale kostenstructuur, waaronder de toegerekende kosten, nader te evalueren in de komende tijd. Wij noemen dit ook in verband met het onderzoek naar de voordelen van privatisering volgens de daarvoor aangenomen motie. Voor een juiste vergelijking is noodzakelijk dat we dan de juiste cijfers met de juiste cijfers kunnen vergelijken. De algemene lijn van de tarieven voor dit jaar, voor 2018, daar kunnen wij mee akkoord gaan. Voor de komende jaren bepleiten wij, zoals gezegd, de kostenstructuur nader te beoordelen. We hebben dat zo even ook al genoemd in verband met het onderzoek naar privatisering. Betreffend het omzetten van het grafrecht naar onbepaalde tijd wordt vermeld dat in rekening gebrachte kosten bij het vestigen van het eerste graf te geen mindering worden gebracht. Bij navraag bleek ons dat ook de kosten voor verlenging hierbij worden betrokken en wij vinden dit juist. Maar een eenduidige aanvulling van de tarievenlijst is naar onze mening dan ook noodzakelijk en we nemen aan dat de wethouder daarvoor zal zorg dragen. De verhouding in kosten tussen de kosten van bepaalde en onbepaalde tijd is voor alle tarieven nagenoeg gelijk, dus de verhouding, met uitzonderingen van een kindergraf. Daarvoor is het vestigen van een recht voor onbepaalde tijd aanzienlijk duurder. We vragen ons af wat de reden daarvan is en wanneer er geen bijzondere reden voor is, dan zullen we graag de toezegging willen hebben dat dit ook in dezelfde lijn wordt gebracht als voor de overige graven. Dat was het wat ons betreft in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Dekker. Dan de VVD-fractie, meneer Kobers. Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft met veel belangstelling de diverse stukken ontvangen over de begraafplaatsen. Hierin is veel aandacht besteed aan deze materie en zijn de gegevens en mogelijkheden goed uiteengezet. De VVD kan dan ook instemmen met de nieuwe mogelijkheden wat betreft de nieuwe begraaftermijnen. Hiermee geven we onze inwoners weer meer keuze in wat ieder zelf graag wil. Men kan zelf bepalen wat de termijnen zouden moeten zijn en is niet meer afhankelijk van de financiële situatie van het nageslacht.
Daarmee komen we tegemoet, denk ik, aan de wens van een groot deel van onze inwoners. De voorgestelde tarieven lijken ons alleszins redelijk en haalbaar. Tevens kunnen wij instemmen met verder onderzoek naar natuurbegraven. We zijn wel benieuwd of er werkelijk in Twenteland locaties te vinden zijn die hieraan voldoen. Een deel van de huidige begraafplaats hiervoor inrichten, zoals voorgesteld, lijkt ons niet helemaal aan de doelstelling te voldoen. Maar wellicht zijn er locaties te vinden, aansluitend aan de begraafplaats in het Zandstuurverbos of misschien in de Engwertsdijkvingen. Wij zijn hier nog niet zo van overtuigd, maar zien verdere voorstellen graag tegemoet. Landschap Overijssel doet hier ook onderzoek naar. En we kunnen ons voorstellen dat er in Twente of Overijssel enkele grotere gebieden worden aangewezen waar alle gemeenten dan gebruik van zouden kunnen maken. Er zijn nog enkele zaken die de VVD graag meegenomen zou willen zien in verder onderzoek. Allereerst de mogelijkheid voor private begraafplaatsen. Er zijn op dit moment wensen voor een privébegraafplaats in Twenteland. De VVD staat hier niet negatief tegenover, mits voldaan wordt aan alle regelgeving die hiervoor is gemaakt. Deze zijn vrij streng en de mogelijkheden zijn dus beperkt. Het lijkt ons wenselijk hier algemeen beleid voor te ontwikkelen voor onze gemeente, zodat iedereen weet wat de mogelijkheden zijn. Wellicht is het een optie voor families om meerdere graven tegelijk te reserveren op de algemene begraafplaats, zodat familiegraven bij elkaar komen te liggen. Hierdoor neemt de behoefte aan eigen begraafplaatsen wellicht af. En komen we nog meer tegemoet aan het op maat voldoen aan de wensen van onze inwoners. Daarnaast vragen wij ons ook af of we niet de mogelijkheid tot grafkelders moeten gaan aanbieden in Twenteland. Dit kost geen extra ruimte, maar komt wel weer tegemoet aan een behoefte. Geef mensen de keus om te doen wat ze graag zouden willen. Daarbij zouden we ook even moeten kijken naar de inrichting van de huidige begraafplaatsen. Het is wellicht handiger om graven van dezelfde termijn op hetzelfde veld te leggen. Bepaalde velden voor onbepaalde tijd, andere velden voor bepaalde tijd. Dat zou in de toekomst misschien ook makkelijker zijn wanneer we eventueel toch overgaan tot ruimen. Tevens zouden we graag zien of er mogelijkheden zijn om ergens een strooiveld in te richten voor gecremeerde inwoners. Dit zou misschien ook meegenomen kunnen worden in onderzoek naar de natuurbegraafplaatsen. Daar is ook behoefte aan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kobus. En dan de fractie Laman. De heer Laman. Ja, dank u. Ja, ik wil het eigenlijk alleen even hebben over de tarieven. En de tarieven die zijn behoorlijk naar beneden bijgesteld. En dat is op zichzelf is dat hartstikke mooi voor de inwoners van Twenteland. Maar door de vele keuzemogelijkheden van 10 jaar, 30 jaar, onbepaalde tijd, enkel, dubbel diep begraven, is het lastig te voorspellen waar de inwoners voor kiezen. En daardoor is het lastig om een goed tarief voor aan de verschillende keuzemogelijkheden te hangen. Er is besloten om vanaf 2019 het tekort op de exploitatie terug te brengen naar 200.000 euro. Hoe zeker is het dan, wethouder, dat de tarievenstructuur welke nu voor ligt niet boven het afgesproken exploitatietekort komt? Schieten we onszelf dan niet in de voet, als blijkt dat de exploitatietekorten groter worden dan nu begroot? Hier zijn marges voor ingebracht, maar zijn die marges dan wel ruim genoeg? De evaluatie vindt over 5 jaar plaats, zo konden we lezen, maar moet de evaluatie niet eerder plaatsvinden, zodat we een vinger aan de pols kunnen houden als de exploitatietekorten hoger worden dan afgesproken, 2 ton. En dat je hier eerder op bij kunt sturen. Dat lijkt mij wel gewenst dan. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Laarman. U had zich voor één onderwerp teruggetrokken, maar wilt u toch nog het woord voeren, meneer Rusken? Dat is niet het geval. Dan geef ik graag het woord aan portefeuillehouder, wethouder Engwerts. Voorzitter, mogen we even een moment schorsen om ook even de vragen te verdelen van tussen de twee wethouders? En dat we daar, het is 8:10. Ik stel voor dat we ons schorsen tot 8:00. Prima. We zijn weer present. Wethouder Engwerts, u bent... Wethouder Scholten begint met de beantwoording. Dan geef ik graag aan u als eerste het woord. Ja, hopelijk het kortste aan het woord. Er zijn op zich niet zo heel veel financiële opmerkingen geplaatst. Ene kant de constatering, breed gedragen. Blij dat het college erin voorziet dat we een aantal tarieven naar beneden kunnen bijstellen. Waarbij de GBT aantekent van, kan het niet nog lager? En dan haak ik even aan bij de woorden van de heer Laarman. Schiet je jezelf dan niet in de voet? We hebben inderdaad een aantal aannames. Uitgaande van een model van 60 jaar zijn we uitgegaan rekentechnisch.
wel eeuwigdurend langer is dan 60 jaar. We hebben bijvoorbeeld als aanname dat 2/3 van de uit te geven graven, dat wellicht leidt tot een eeuwigdurend graf. Dat is een aanname. Of de praktijk ook zo is, dat zal de praktijk moeten uitwijzen. En het tweede is, we kunnen ook niet helemaal inschatten in hoeverre, en daar verwachten we eigenlijk een daling in, het aantal verlengingen. Dus daar zit ook een financiële component aan, die waarschijnlijk neerwaarts bijgesteld, wel meer verlengingen, maar dan naar eeuwigdurend. Maar wat dat dan doet met de 10-jarige en de 30-jarige graven, zeg maar, dat weten we niet helemaal. Ten aanzien van de werkelijke tekorten, en dat zal echt gaan fluctueren, is onze inschatting. Op dit moment is naar verwachting zitten we zeg maar ongeveer onder de 200.000 euro. Of dat in de praktijk ook zal blijken, moeten we inderdaad kritisch monitoren. En dan vinden we 1 of 2 jaar tekort, vandaar dat ook in het voorstel staat om dat om de 5 jaar te doen. Zodat je ook goed kunt monitoren en wellicht en tegemoetkomend aan de vraag vanuit de GBT. Dan zou je alsnog kunnen bezien of we met onze trieven niet dan nog ietsje te hoog zitten. Maar onze inschatting op dit moment dat niet het geval is. En daar wil ik het voorlopig als wethouder financiën het even bij laten. Omdat de inhoud moet toch prevaleren, denk ik. Dank u wel, wethouder Scholten. En dan voor de overige beantwoording, wethouder Engberts, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook dank voor de woorden die er gezegd zijn over het mogelijk maken van opnieuw begraven voor onbepaalde tijd. De tijd die wij daarin gestoken hebben, het voorstel wat hier nu ligt, wat ter besluitvorming voor ligt, wat nu in dit debat nogmaals aan de orde komt, tegelijk met de tarieven. Dank. Dan een aantal vragen die er nog opengebleven zijn. Ik noem ze even. Wanneer het nu naast elkaar begraven is en mensen willen dat alsnog omzetten in dubbel diep voor onbepaalde tijd, op zich gelden daarvoor de tarieven van herbegraven, zijn dus ook afspraken overgemaakt in de tarievenlijst en die gelden daar dus ook voor. Dus wil je echt omzetten van een bepaald graf naar een ander soort, dan zal er dus herbegraven moeten worden volgens de normale standaard die er al voor stond. Ten aanzien van de motie natuurbegraafplaatsen. Het voorstel daarvoor ligt nu voor, met daarbij een uitwerkmogelijkheid zoals die nu gegeven is in het voorstel voor de begraafplaats Westerharen, dat daar een deel omgezet zou kunnen worden in natuurbegraven of aansluitend op de begraafplaats Dennenhof, omdat je moet beperken tot een aantal zaken. Je kunt ook daarin te breed uitgaan en dus juist levert dat geen goede resultaten op. Dus je moet je beperken tot datgene waar ook echt iets over te zeggen is, hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Privatisering, ja, zoals gezegd, tweede kwartaal 2018 komt dat naar u toe. Ten aanzien van privébegraafplaats die door de CU gevraagd wordt, waar mogelijk in geheel Twenterand. Nou, de voorwaarden daarvoor zijn dus helder. En die liggen vast in regels waar iedere begraafplaats aan moet voldoen. Vooraf is niet aan te geven welke plek binnen de gemeente Twenterand daarvoor geschikt zou kunnen zijn. Want je kunt ze aan de grond kun je allerlei aanpassingen doen, ophogingen enzovoort. Dat wil zeggen van, wij zouden dus wel bereid zijn om voor een aantal die daar om vragen, om daar dus wel de mogelijkheid te bieden. Maar ze zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling daarvan, om daar verder onderzoek naar te doen of het daar op die plek überhaupt wel mogelijk is. En op zich is dat aan de voorkant beter om dat te onderzoeken dan aan de achterkant. Maar dat betreft vooral de initiatiefnemers. Ten aanzien van voordat aanvullingen, u verder gaat, wethouder, een interruptie van de heer Elzega namens gemeente Blanke Twenterand. Gaan we gang. Ja, dank u, voorzitter. Ik was even nog aan teruglezen toen u over de privébegraafplaatsen had en over de natuurbegraafplaatsen.
U gaat er heel makkelijk overheen. Ja, het komt in het voorjaar. Ja, dat hadden we al vastgesteld. Maar waarom moet dat nu zo lang duren? We hebben nu alles bij elkaar. De tarieven, het hele dossier, de verordening. U heeft 8 maanden de tijd gehad om het hier te bedden te brengen. En dat doet u niet. Dat is vraag 1. En het 2, de opdracht die u geeft aan Nobel heeft helemaal niets met de motie te maken. Want zij zeggen dat u hen heeft gevraagd om in enkele A4'tjes een beeld te schetsen van natuurbegraven. Welke ontwikkelingen zijn er? Wat zijn de kenmerken? En welke aspecten moeten rekening worden gehouden? Die 3 dingen komen niet in de motie voor. En als u de motie ook gelezen heeft, dan noemen wij al een aantal aspecten. Maar we hebben hem ingediend omdat we ons daarin al verdiept hadden. Waarom zijn beide onderzoeken hier gewoon niet ter tafel gelegd? Wethouder. Nou, voorzitter, zoals ik aangaf, alle locaties onderzoeken in de gemeente Twenterand is een onbegonnen werk. Een opdracht die je in feite niet kunt uitvoeren als je niet eerst weet van waar zou je eventueel dat wenselijk achten. Mogelijke aantallen, ja, hoe groot wilt u het hebben? 20 hectare? Er wordt dus genoemd dat je dus een graf 3 vierkante meter kunt toewijzen. Je kunt ook 25 vierkante meter doen, oftewel er zit zo'n bandbreedte in dat je er in feite weinig over kunt zeggen. Qua kosten, even zo. Dat staat wel in het rapport. Wat betekent dat qua kosten? Dat is dus vaak vergelijkbaar zijn, of misschien nog wel hoger zijn. Dat is een hele bandbreedte en die je niet op kunt geven als je geen bepaalde locatie onderzocht hebt. En een bepaalde locatie onderzoeken is dus dan eventueel de vervolgstap, dat je kijkt van, als je het als gemeente doet, en je doet aansluitend aan een gemeentelijke begraafplaats Dennenhof, is daar misschien een mogelijkheid, maar dan moet je ook aanwijzen van hoe groot is dat gebied dan. Ten aanzien van de tijd, wij moeten het wel doen met de capaciteit die we hebben. Dat hebben we gedaan. Daar ligt nu dit voor. Meneer Elsega. Voorzitter, ik vind er alleen maar een gedraai om de motie heen. De wethouder zegt onbegonnen werk. Met andere woorden, dan is de motie dus niet uitvoerbaar. Dat concludeert eigenlijk maar. Is dat de juiste conclusie? Dus ze zegt gewoon van, ik hoef het niet te doen, want het is onbegonnen werk. Is dat dan de vraag waarom het niet gedaan heeft, of het antwoord? Wethouder. We hebben hier dit nu neergelegd. Datgene wat er nu kan in eerste instantie. En daarmee ook voor het vervolg staat dus niet in dat we alle locaties gaan onderzoeken, alle mogelijke aantallen daarvan gaan aangeven en alle kosten op kunnen geven. Dat is eigenlijk een onmogelijke opdracht. We hebben dus wel zoveel mogelijk gedaan om u op weg te helpen, om een keuze te maken van gaan we een nieuw onderzoek doen waarin dus bepaalde locaties onderzocht worden. En dan kun je er dieper op inzoomen en kun je daar meer dingen over zeggen. Reels gaan nog voor een aanvullende vraag. Ja, laatste keer dan. Ja, volgens mij is de motie duidelijk. Die locaties wat u nu zegt, dat gaan we dan nu doen. Dat had u gewoon nu moeten doen. Al die verhaaltjes wel, hè, dat we met milieurekening worden gehouden. Dat zijn allemaal bekende verhalen. Dat had in één hoofdstukje afgekund. Het gaat erom, wat is er in Twenterland mogelijk? Dat staat heel duidelijk in de motie. En helaas, we hebben nu niks na 8 maanden. En dat geldt ook, hè, voor het privatiseren. We hebben gewoon helemaal niets. Terwijl, dat kun je toch binnen een paar maanden boven tafel tikken als het uitgevoerd wordt door de marktpartij wat het dan kost. Dat is toch niet zo moeilijk. De BBV-regels zijn veranderd. We hebben de zwembaden ook gebruik van gemaakt. De toegerekende lasten kunnen we eruit halen. Kunnen wij dus hier ook. Dus je krijgt sowieso een goedkope tarief. Waarom ligt dat onderzoek er ook niet? Wethouder. Ik heb het u aangegeven. Dan is er nog een interruptie van de heer Smelt. Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over de privébegraafplaats, maar even te duiden. In de beantwoording die de wethouder net doet, geeft hij mij de indruk dat burgers van Twenterand maar moeten kijken wanneer ze op privébegraafplaatsen of een stukje grond hebben, of ze daar begraven kunnen worden en niet, en dan moeten ze de hele molen in. Dat heb ik toch juist begrepen, voordat ik de vervolgvraag stel. Wethouder. Als gemeente kun je aan de voorkant niet aangeven waar het eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Dus de initiatiefnemer met zijn vraag moet komen en zeggen vanuit, ik heb een plek, is die mogelijk, principeverzoek, en zelf onderzoeken, is die plek ook geschikt. En daar is de initiatiefnemer, is daar zelf in de lead. Ja, Smelt. Voorzitter, dat begrijp ik. Maar ik denk dat de wethouder ook wel begrijpt, ten aanzien van degene die ik hem de vorige keer al min of meer heb voorgesorteerd en waarom ik hier nu sta, is dat wij voor ogen zien dat u in Twenterand
aangeeft binnen welke kaders en welk gebied en welke locaties het wel mogelijk zou zijn. En ik noem u maar, we hebben gesproken over het buitengebied. Het is een heel groot, interpretabel deel van een deel van grondsgrenzen van onze gemeente. Wij zouden graag zien, die vraag stellen wij u ook, wethouder, om in gang te brengen, in kaart te brengen, bij welke privéplekken, waar moet hij aan voldoen, waar het wel zou kunnen. Binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom, als het binnen de bebouwde kom kan, wanneer wel, wanneer niet, of helemaal niet. Buiten de bebouwde kom, op welke locaties wel, locaties niet. Zodat er aan de voorkant een kader ontstaat en mensen ook een soort van verwachting, voorverwachting kunnen inzien hier in het gemeentehuis. Stel je voor dat, ik wil begraven worden aan de rand van de Engelsdijk Veen, dat heeft mijn vader een stuk grond. Stel dat, kan dat ja of nee? Niet in de Engelsdijk Veen, maar in de begrenzing ervan binnen de gemeente Twenterand. Of is dat een onwenselijke situatie? Dus ik zou daar graag, en dat is mijn vraag ook opgestoeld, wat meer ingekaderd wil hebben, desnoods in een vlekkenplan. En die vraag die stel ik u in feite. Wilt u dat voor de gemeente Twenterand, voor de inwoners ook doen? Wethouder. Nou, kijk, wat wij wel kunnen doen is, datgene wat en dat wordt ook in het rapport genoemd, hè, hoe ver je moet afblijven van bebouwing, van al dat soort zaken. Dus als je dat soort regels zou verzamelen en ook zeggen van, dat zijn dus de kaders die er nu al gelden voor het eventueel stichten van een begraafplaats. En die gaat binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom, kun je daar een onderscheid wel of niet maken. Maar dan, als er dus iemand komt die zegt, ik voldoe aan die voorwaarden, dan is het dus hier in deze zaal, waar gezegd wordt, krijgt u de bestemming. Dus wij kunnen wel aanleveren van wat zijn de regels die daarvoor gelden voor een privébegraafplek. Wat zijn daar de ruimtes, mogelijkheden enzovoort. Maar daarna is het eigenlijk onmogelijk om voor elke situatie aan te geven van, doen we het daar wel of doen we het daar niet? Nee, dat is aan deze raad. Nee, voorzitter, dat is nou net niet het antwoord wat ik wilde horen op mijn vraag. Want dit wat u nu vertelt, dat heb ik wel gelezen, dat is mij ook wel duidelijk. Het gaat er mij om dat we de, laat ik het dan maar eenvoudig zeggen, de service aan de voorkant aan de burger leveren. En bent u bereid om te zeggen, binnen die gebieden, gewoon op een plantkaart, inkleuren, als u een privé begraafplaats wil, burger van Twenterand, dan kan het. Dan is de zoekzone is hier en daar is het ongewenst, zodat dat helder is. Want in de interpretatie, en dat heb ik gemerkt naar aanleiding van de vraagstelling van de familie Daslaar, zijn hele ruime interpretaties gegeven. En ik denk dat het een onwenselijke situatie is. En als u zegt, het kan niet anders, dan zal ik nog één onderzoek doen voor de raad. Maar ik ben er op dit moment nog niet van overtuigd dat de gemeente dat niet zou kunnen inkaderen. Dat kan. Hè. U hoeft daar niet van overtuigd te zijn. De wethouder was denk ik in zijn beantwoording duidelijk. En u weet, meneer Smelt, welke middelen u ter beschikking staan om dat alsnog bij de wethouder af te dwingen. Mag ik een toezegging doen? Als hij dat nu doet, dan hoef ik dat niet in te zetten. Nou, ik heb wethouder goed gehoord, maar hij gaat over zijn eigen woorden. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik proef nu eigenlijk dat de heer Smelt vraagt. En ik moet maar even zeggen of ik dat dan goed heb. Dat over de gemeente Twenterand een kaart gelegd wordt van waar zou het kunnen. Waar zou het wenselijk zijn? Dat is correct. Nou, op zich kan dat. Maar dat wil dus niet zeggen van hoe snel. Nou, even voor alle duidelijkheid, voordat we daar discussie over krijgen. Zoals de wethouder het nu zegt, noteren wij hem niet als toezegging. Dus als de wethouder dat als een toezegging doet, dan noteert hij hem als zodanig. En anders moet u het op een andere manier regelen met de wethouder. Wethouder? Voorzitter, ik ga kijken naar de regels die de heer Smelt zegt die al duidelijk zijn. Daar schrijven wij de raad over van wat die regels zijn. En we gaan dan de toelichting geven van hoe dat zit met het eventueel aanwijzen van gebieden. Of dat mogelijk is, ja of nee. Of daar een raadsbesluit voor nodig is. Hoe we dat proces dan vorm moeten geven. Dan formuleer ik de toezegging zo dat u toezegt dat u de raad per brief informeert over de mogelijkheden die er zijn naar aanleiding van het verzoek zoals dat gedaan is door de heer Smelt. Ja? Oké. Okay. Wethouder, wilt u betoog vervolgen? Ja, dank u wel. Nou, er wordt nog gevraagd naar ruimtereserveringen, kindouders. En die is er en die staat ook in het voorstel dat er dus de mogelijkheid is om of drie enkeldiepe graven naast elkaar te verkrijgen ineens, of twee dubbeldiep naast elkaar,
Dus er is plek voor het begraven. Jasmel doet zo. Dan we zeggen van, en hoe zit het dan met de betaling? Dat betekent ook daarin hebben we dus met elkaar wel gekeken. En we zitten dus ook intern daar goed naar te kijken van, kunnen wij in de betaling zoveel mogelijk tegemoetkomen daarin, om mensen daarin toch de mogelijkheid te bieden. Dus die zoektocht, die is er steeds. Nou, even kijken. De VVD ten slotte vraagt nog naar grafkelders. Ook dat zit nu in de verordening. Dat die dus geplaatst kunnen worden. Staat er ook in het voorstel dat we die mogelijkheid bieden. Dat betekent, degene die plaatst is ook verantwoordelijk voor de plaatsing, voor het goedgaan daarvan enzovoort. En dat hij geen schade aanricht aan derden. Strooivelden zijn aanwezig. Dat wil zeggen, op de begraafplaatsen Westerhaar, Vriezenveen, Dennenhof zijn de strooivelden aanwezig. Velden aanleggen met dezelfde termijn, op zich zijn dat... Zou dat mogelijkheden zijn? Alleen, we hebben nu gezegd van het college, oftewel de gemeente, wijst aan de plekken waar begraven wordt. Maar er zal nu ook zijn dat om en om, maar ook mensen op oude plekken alsnog onbepaalde tijd aanvragen. Dus daar krijg je ook een menging door elkaar heen, maar we zullen het wel monitoren, volgen en zeggen wat is nu het juiste beeld wat je met elkaar kunt wegzetten. Ik wil wel waarschuwen. Vanuit de begrafenisverenigingen komt het nadrukkelijke verzoek om dus niet bepaalde delen aan te wijzen als prijsklasses. Nou, en dat beeld zou dus wel kunnen ontstaan. Hè? Dus even, nou, daar zit het andere. Nou, die geef ik u maar mee. Dank u wel. Dan is er nog een interruptie van de heer Dekker. Dank u wel, voorzitter. Gelet op de volgorde van beantwoording van de vragen. Mis ik nog het antwoord op de vraag waarom het vestigen van een recht voor onbepaaldheid van de kindergraaf zoveel duurder is dan in verhouding met de andere graaf? Ik zou er toch graag een antwoord op hebben. De wethouder. Ja, we hebben net even, Schotten nu misschien ook beantwoorden, maar we hebben net even in het overleg er ook naar gekeken. Nee, gememoriseerd. Alleen we kwamen er niet uit van, daar zijn volgens mij de oude tarieven aangehouden voor de kindergraven. Wij gaan er even naar kijken. Mocht daar een verandering, dezelfde strekking als de andere bepaalde en onbepaalde tijd nodig zijn, gaan we dat gewoon doorvoeren. Dank u wel, wethouder, voor uw beantwoording. Volgens mij heeft u ze allemaal al gehad. Dan kijk ik rond of er behoefte is aan een tweede termijn. VVD. Gemeentebelangen. Alleen die twee partijen, dan geef ik eerst het woord aan de VVD. De heer Kobus. Ja, dank u wel. Ik heb een aanvullende vraag. Er is net wel gepraat over meerdere begraafplaatsen voor ouders en kind, zeg maar zitten daar limieten aan? Ik kan me voorstellen dat een familie bijvoorbeeld 5 of 7 graven ineens koopt, zodat de hele familie bij elkaar ligt en dat dan de behoefte naar een privébegraafplaats afneemt. Hetzelfde geldt voor die grafkelders. Als je zitten daar afmetingen, maximale afmetingen aan, of kun je daar zeg maar ruimte scheppen voor meerdere mensen van één familie, zodat je toch min of meer een soort privébegraafplek creëert en dan hoeft dat niet buiten de begraafplaats. Dank u wel. Dan GBT-fractie, de heer Elzega. Dank u, voorzitter. Het is duidelijk dat de moties die zijn ingediend vorig jaar helaas niet zijn uitgevoerd. Dus weten we nog steeds niet of het gekopen kan. Wij zijn ervan overtuigd van wel. En volgens mij wordt het zo, als een motie onbegonnen werk is of hij wordt niet op tijd uitgevoerd, dan hoor je in een memo aan de raad dat te laten weten waarom en waarom het opschuift. En dat hebben wij gewoon in al die tijd niet gekregen. Dus toen we deze stukken ook ontvingen, hadden we echt het idee, alles is compleet. En dan ben je toch zwaar teleurgesteld in wat je dan uiteindelijk krijgt. Want als dat onderzoek dan opgebracht wordt ergens in het voorjaar en dan komt het in het najaar ter bespreking, dan praten we hier volgend jaar misschien wel weer over een aanpassing van de verordening. En dan doen we het allemaal nog eens een keer weer opnieuw. En dat is een beetje zonde van de tijd.
Eeuwigdurend. Eeuwigdurend is voor ons eeuwigdurend. Daar zijn we duidelijk in. Onbepaalde tijd is wat anders dan eeuwigdurend. Onbepaalde tijd kunnen we op een gegeven moment toch ermee stoppen, toch? Dus wat is het nu? Eeuwigdurend of onbepaalde tijd? Vanuitgaande van de verordening lees ik volgens mij onbepaalde tijd. Dus dan kun je hem toch ruimen volgens mij. Het kan zijn dat ik het fout heb, waar u kijkt op. Ben ik blij om, maar misschien heb ik het dan niet goed. Want we zitten te denken van stel dat je er wat oudere begraafplaats hebt. En je hebt er eentje aan Fromsoel bij de spoorlijn aan Hammerstraat. Je kunt ook op een gegeven moment zeggen, we laten die begraafplaats. Hè, we gaan het onderhoudsarm maken en we laten het gewoon over aan de natuur. Scheelt ook geld. Hè, dus dat soort dingen willen wij in overweging ook nog meegeven. Dat je op die manier ook je tarief naar beneden kunt brengen. Dus dat je de onderhoud naar beneden brengt. En over de privébegraafplaatsen, de ChristenUnie haalt dat aan, de VVD ook. Kijk, we zijn het eens met de ChristenUnie, want daarom hebben we dat amendement met z'n allen ook ondersteund. Wij willen gewoon een beeld. We hebben niets tegen die plek of wat dan ook. Het gaat er ons om, wat komt er dan op ons af? Dat we later geen spijt krijgen van, waar zijn wij aan begonnen? Dat moeten we niet hebben en daarom vind ik het goed dat er nu een toezegging is, dat het ingekaderd wordt waar het wel kan. En ik neem aan dat het vooral buitengebied zal zijn, maar binnengebied, je zit met die afstand van 130 meter, sowieso al, dus dat zal wel een lastig verhaal worden. Maar ook dat zien wij graag. En laat het dan in het voortraject, ja, als service al duidelijk zijn voor de mensen, waarom het dan ook niet kan in het binnengebied. Dat is misschien ook wel goed dat het er gewoon staat. Een laatste opmerking, die was ik net vergeten. En dat gaat over het betalen. We weten allemaal wat de gemiddelde inkomensgrens in de gemeente Twenterand is. Die is niet bijsterhoog in bepaalde kernen. Toch moet je binnen een maand ineens betalen. Staat ook in de verordening. Is het mogelijk dat er bijvoorbeeld in 2 of 3 termijnen kan worden betaald? Misschien kan het helemaal niet. Ik heb geen idee. Ik wil deze vraag ook nog wel intern stellen. Want ik kan me voorstellen dat mensen een bedrag wat je dan in één keer krijgt, met alles wat er bij zo'n begraafsituatie komt kijken. Ja, dat komt nogal aan. En niet de een die spaart daar of die een heeft een begrafenisverzekering. Maar dat geldt toch ook weer niet voor iedereen. Je moet wel de mogelijkheid hebben. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Elzega. U legt de toezegging wat ruim uit, maar hij is zoals ik hem zojuist geformuleerd heb. Dus dat lijkt mij helder. De vragen die gesteld zijn, zijn vooral technische vragen. En ik wil de stellers daarvan dan ook vragen om die vooral intern te stellen en die eventueel mee te nemen naar de raadsvergadering. Dan kijk ik rond en dan concludeer ik voorzichtig dat dit naar de akkoordagenda kan. Waarbij het u vrij staat na het stellen van technische vragen en daar komt wat uit waar u wat mee wil, kunt u het altijd overhevelen naar de bespreekagenda. Kan iedereen daarmee instemmen? Prima, dan gaan we dat doen. Dank voor uw inbreng bij dit onderwerp en dan gaan wij verder met agendapunt 2. De partiële herziening structuurvisie Friezenveen Zuidoost. Voorzitter. Elzega, u heeft een ordevoorstel. Ik heb een ordevoorstel, inderdaad, daar wil ik net over beginnen. Gezien onderwerp 3 en 2, die hebben met elkaar te maken. Die zijn gewoon aan elkaar gelinkt, gekoppeld. Was mijn verzoek om ook deze twee aan elkaar te koppelen en ineens te doen. Maar ik weet niet wat de rest ervan vindt. Oké, verzoek is helder. Ook de agendapunten 2 en 3 te combineren vanwege het feit dat ze met elkaar verweven zijn. Is er iemand die daar bezwaar tegen heeft? Dat is niet het geval. Voor beide agendapunten staat 4 minuten. Meneer Klinkhamer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou het wel prettig vinden dat de tijd die we daaraan besteden erbij het agendapunt 3 komt. Niet volledig, maar toch wel deels. Nou, als u mij even mijn zin af had laten maken, dan had ik gezegd dat voor beide agendapunten 4 minuten staat. Dat wat mij betreft niet betekent dat u 8 minuten krijgt. Maar ik zou voor willen stellen om dan te middelen en u 6 minuten de tijd te geven voor het behandelen van beide onderwerpen. En als u daarmee kunt leven, dan gaan wij dat doen. En dan ga ik ervan uit, even kijken. CDA, GBT en SGP en ChristenUnie SGP, nou, dat zijn de meeste fracties. En dan wil ik voorstellen dat de fractie van het CDA haar eerste termijn begint voor deze beide onderwerpen. En dus 6 minuten. Meneer Klinkhamer, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter.
samengevat. Ik laat het wel door elkaar heen lopen met uw goedvinden, want ik heb daar zo op die manier rekening mee gehouden. Autobedrijf Smit, drukkerij Poorthuis en bakkerij Holland. Allen verplaatst met deels overheidssteun van het oosteinde naar een industrieterrein. Met overheidssteun hebben wij een Rusluierweg aangelegd om het woongebied rondom het oosteinde leefbaar te maken voor de mensen die daar wonen. Voor ons ligt een bestemmingsplanwijziging waarbij wij mogen gaan spreken over het bestemmen van twee bedrijven. Een lokaal georiënteerd autobedrijf en een bedrijf gespecialiseerd in vloeren. Niet lokaal georiënteerd, niet regionaal georiënteerd, maar landelijk georiënteerd. En dat was voor onze CDA-fractie een punt dat we zeiden van hoe moeten we dat rijmen in een woongebied. En het is nu aan orde. Het tijdpad zoals het ons is aangeleverd als raad, daar vinden wij wel wat van. Dat verdient op zijn zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs. En ik zal u uitleggen waarom. Het principeverzoek is 3 jaar geleden ingediend in dit huis. Het voorontwerp is in oktober 2016 aan de orde geweest. En zoals het nu voor ligt, moet de gemeenteraad van de gemeente Twenterand er in 2018 wat van gaan vinden. In de tussentijd is er een situatie geweest die niet wenselijk was. Legaliseren, dat is uiteindelijk het woord wat door alle stukken heen komt dat deze situatie zou moeten. En wat wij doen is legaliseren, we gaven milieucategorie 3.1, dat is een vrij zware milieucategorie, gericht op een bouwbedrijf wat er zat. Gaan wij terug naar milieucategorie 2, dat is aanzienlijk lager. Maar wat wij automatisch doen, althans in het voorstel zoals het nu voor ligt, is dat wij van een milieugecategoriseerde onderneming een klantgerichte onderneming maken, zouden kunnen maken. En dat is eigenlijk een beetje het vergelijken tussen appels en sinaasappels. Het lijkt op elkaar, maar het is ook niet hetzelfde. En dat gezegd hebbende, komen wij langzaam tot de inhoud en een aantal vragen. Verplaatsen zou niet wenselijk zijn. Als wij de stukken lezen, het is een lijvig stuk. We hebben inmiddels als goed raadslid eerst het principeverzoek bekeken, toen het voorontwerp, nu de definitieve versie. Dat zijn allemaal, denk ik, 200 pagina's. En daardoor zitten elke keer kleine wijzigingen. Dat is voor onze fractie uitermate moeilijk geweest. Ik heb het inmiddels ook al aan de ambtelijke organisatie aangegeven. Is er nu duidelijk wat is het verschil tussen A, B en uiteindelijk C? En dat antwoord kwam niet. Dat moesten we zelf doen, dus dat hebben we gedaan. Wat opvalt is dat een aantal zinsneden erop ingaat, is dat huidige verplaatsing van de bedrijfsvoering naar een industrieterrein niet wenselijk zou zijn, gezien de manier van werken. Een aantal alinea's verderop bij het bedrijf gespecialiseerd in vloeren staat dat hun verkoop van PVC-vloeren, zachte vloeren, laminaatvloeren zijn gevestigd in een omgebouwde winkel op het industrieterrein aan de Wijzelpoort. Dat is een bijzondere constatering, die hebben we kunnen maken uit de stukken aangeleverd. Dan wordt er gesproken over ontmengen. Dit is een deels een structuurvisie wat wij gekoppeld hadden aan dit debat, het is nu weer samengevoegd. En wat valt er te ontmengen, volgens onze CDA-fractie, aan een bouwbedrijf, voor wat betreft detailhandel? En als het ontmengd zou moeten worden, dan is de bedrijfsactiviteit reeds verplaatst naar de Wijzelpoort toe, kunnen we lezen. Een tweetal vragen wil ik mee afsluiten, wethouder. Ik zal ze een klein beetje lijvig maken, zodat ik uiteindelijk ook, want het zijn wel wat punten die in de zienswijze zijn ingediend, maar daar moeten wij het als gemeenteraad mee doen, puur met de feiten. En de feiten liggen voor dat er een zienswijze is ingediend van een bewoner van het Oostein, ik zal de naam niet noemen. Daar wordt gesproken over de parkeerdruk die er op dit moment is. En ik heb net omschreven dat wij uiteindelijk te maken gaan krijgen met een landelijke speler in het woongebied, en daar heeft onze CDA-fractie wel zorgen over. Wij hebben vragen met betrekking tot de zienswijze van de desbetreffende inwoner. En die heeft het over parkeren op een agrarisch gebied. Dat kan formeel gezien niet. Ik zou graag van u een reactie willen, want hij schijnt in een aantal bijeenkomsten genoemd te zijn dat het wel zou kunnen. Maar wij zien het niet terug in de stukken. Vraag 2 is hoe dit geheel in relatie staat tot uw eigen raadsvoorstel, waar wij als raad wat van mogen vinden. En hoe dit in relatie staat tot een stukje strijdig gebruik. Want bij strijdig gebruik staat waarbij wordt voorzien van voldoende parkeerplaatsen binnen de bestemming verkeer.
En de laatste vraag over dit onderwerp is, bent u op de hoogte van de motie die is ingediend op juni 2015 met betrekking tot het in- en uitritten maken ten aanzien van het Oosteinde? Het gebied wat wij als gemeenteraad hebben geïnitieerd als zijnde 30 kilometer zone. Een gebied waar uiteindelijk kinderen op wegen mogen gaan spelen. Waar wij uiteindelijk rekening mee willen houden omdat dit een woongebied is. Refereren naar mijn inleiding. En het laatste is, dat is een vraag die heb ik technisch uitgezet. Ik kreeg daar geen antwoord op, dus dan doe ik het nu. De vraag is, er wordt in het stuk gesproken over maximaal 1300 vierkante meter. En die 1300 vierkante meter is de max. Het was 15, om welke reden mij nu nog niet duidelijk. Ik zou graag weten waarom is het nu 13. Maar er wordt gesproken over 886 vierkante meter winkelruimte. Betekent dit, wethouder, dat er nu voor 414 vierkante meter nog bijgebouwd mag worden? En als dat zo zou zijn, graag uw reactie op deze twee punten. Voor zover is de. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Klinkhamer. Dan gaan we verder met de fractie van de ChristenUnie. Wie mag ik daar het woord geven? De heer Smelt. Dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij hadden wij ons voor allebei de agendapunten aangemeld. En als ik dan een beetje puzzel in de tijd. Nou ja, dan geef ik de CDA maar een minuutje extra en dan komen we daar samen wel uit, voorzitter. We zijn naar amper overwegingen tot de slotsom komen dat wij akkoord kunnen gaan met de voorstellen. De belangrijkste drager is dat er een duidelijke inkadering komt van de mogelijkheden die het bedrijf Bebo op deze locatie krijgt. Al jaren hebben wij getracht en betracht om in verschillende fasen maatwerk te leveren aan dit bedrijf wat een soort van expansieve groei doormaakte, waarbij aanvankelijk op het aannemingsbedrijf van de heer Van der Beek ooit de eerste stappen zijn gezet om te kijken of daar vloerdelen verkocht zouden kunnen worden. En het bedrijf heeft zich erin bekwaamd om dat op een zeer succesvolle manier te doen en is inmiddels een landelijke speler geworden. En ik zou haast zeggen, waar kennen ze Bebo-pakket uit Frieseveen nog niet in Nederland? Als de Telegraaf zoveel advertenties zet, dan kom je in elke huiskamer. Dan kom je overal aan de Telegraaf. Wat in de Telegraaf staat is waar, hebben ze mij ooit verteld. We hebben diverse stukken gezien. En we hebben ook al lang en vaak gesproken. Maar ik ga ook terug naar onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ooit heeft deze raad gemeend om een herziening te doen op het industrieterrein Wijtsepoort om voor dit bedrijf mogelijkheden te creëren om op twee locaties te kunnen ondernemen. Wat zowaar geen voorkeur kan zijn, want ik kan me voorstellen dat je graag alles op één locatie zou willen hebben. Maar vanwege het feit dat het aan de bovenlandweg onmogelijk is om in te passen, moet je het doen met beperkingen. Ik sprak daarover ooit met de heer Bolier in een gesprek wat ik met hem had daarin in de zaak. Beide vanuit onze visie, vanuit onze commerciële visie. Waarbij ik hem begreep toen hij zei, begrijp je nou wel datgene wat ik hier heb, dat ik dat niet kan kopiëren naar de Wijtsepoort? Begrijp je wel dat mijn klanten hier een sfeer proeven, waardoor ik hier makkelijker en meer verkoop dan aan de Wijtsepoort? En ik kon niet anders dan hem daar gelijk in geven. Puur vanuit het commercieel hart bezien begreep ik het. En ik denk als je kijkt naar de authenticiteit van het bedrijf in een gemeente als deze, dan zul je ook moeten kijken waar je de mogelijkheden kunt creëren waar het bedrijf zichzelf in de gemeente Twenterand op een goede manier kan representeren. Wel binnen de mogelijkheden die je als gemeente overigens hebt. Wat ik daarbij als kanttekening wil maken, is dat wij blijvende moeite hebben, en dat vind ik ook een gemeentelijke aangelegenheid voor de wethouder verkeer, dat de Bovenlandweg in zijn huidige uitvoering nu niet uitblinkt in de beste ontvangstweg voor dit bedrijf. Niet voor haar klanten en niet voor het vrachtverkeer, wat ook nog wat tegels moet brengen op het naastgelegen pand. Verkeersveiligheid. Het bedrijf kan daar in die zin niets aan doen, kan er alleen een bijdrage aan leveren om klanten te laten parkeren op hun eigen terrein. Maar de verkeersveiligheid en de wegen daartoe, daar zijn wij verantwoordelijk voor. En als wij willen dat dit bedrijf, en het goed vinden dat dit bedrijf op deze plaats zit en blijft zitten, dan hebben we daar als gemeente ook naar te kijken. En ik heb eerder in een onderzoeksfase aan de Wijtsepoort iets gezegd over de breedte van de weg. Wij gaan over de breedte van de weg. Wij gaan ook over het parkeren op de weg, als we dat willen, wel een ja of nee. Maar als grasbetonkeien tot aan de sloot uitgereden worden vanwege de enorme intensiteit die er soms plaatsvindt,
En ik kan me dan heel goed voorstellen, meneer Klinkhamer, dat u daar ook terecht een opmerking over maakt over verkeersveiligheid. Ik zou bijna zeggen, ik loop er dagelijks langs en ik moet hier wel een punt maken, een wethouder. Dit is wel een enorm zorgpunt die ik wel heb. En het staat los van het feit of dat bedrijf daar zit, ja of nee. Het gaat mij hier veel meer om de weggebruiker, de wegveiligheid die er is en de mogelijkheden die daar mogelijkheid zouden moeten zijn. En ik vind dat u daar vanuit uw andere verantwoordelijkheid eens naar zou moeten kijken. Dit bedrijf zit er, we vinden het goed dat het er zit. Dan hebben wij de noodzaak, vind ik, om wat aan de infrastructuur te doen. Voorzitter, ik wil het hierbij laten in de meeste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smilt. Dan het woord aan de SGP-fractie, de heer Bossers. Dank u wel, voorzitter. Daar is al veel gezegd. Veel tegenargumenten en voorargumenten. Toch wil ik het positief benaderen. Het is al gezegd. Het bedrijf zit aan het oosteinde. Met de authenticiteit die ze daar hebben. De manier waarop, ook de aanvoer, de weg wordt genoemd. En daar ben ik wel met de heer Smelt eens. Dat de veiligheid van de weg een verantwoordelijkheid is van ons. Dus daar moet echt door de gemeente op gelet worden. Dat wil ik ook aan de wethouder vragen. Maar toch, dat al bij al maakt dat hier een bedrijf zich ontwikkelt wat we verder niet hebben in Twenterand. En als ik zie de geschiedenis, dat het zo lang heeft moeten duren. Ja, rijksbeleid, provinciaal beleid, gemeentelijk beleid, overal moet het langs. Dan vraag ik me wel eens af, dan snap ik soms niet waarom deze ondernemers het nog zo lang volgehouden hebben in onze gemeente. Ik denk dat we dat aspect niet moeten vergeten. We hebben meerdere van die bedrijven die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en dan tegen een hoop regels en voorschriften aanlopen waar een ondernemer, ja, hij zal ermee moeten leven, hoe dan ook, ja, veel moeite mee heeft. En dat heb ik dan wel eens me afgevraagd, hoe lang hebben ze het vol kunnen houden? Ik heb het zelf ook ervaring, een keer tijdens een bouw van een nieuwe praktijk, wat we voor methodes toe moesten passen om toch het voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk kwam er een plaatje uit. Maar om terug te keren naar dit voorstel wat hier ligt. Onze fractie hoopt dat wij als raad daar nu toch een keer een klap op geven. En dat dit bedrijf binnen die inkadering die plaatsgevonden heeft zich toch verder kan ontwikkelen en voor onze gemeente behouden blijft. Want let wel, deze ondernemer Die gaat verder, hè? Die heeft meer plannen. En het zou heel jammer zijn als andere plannen die het bedrijf heeft buiten onze gemeente plaats zal vinden, wat al gedeeltelijk plaatsvindt. Moeten wij ons als raadsleden ons afvragen de verantwoordelijkheid voor onze gemeente, voor de arbeidsbehoeften, want we hebben toch niet het laagste werkloosheidspercentage, dat ook een rol speelt. Dus ik roep toch iedereen op om die belangen goed af te wegen. Is er een interruptie van de heer Klinkhamer? Dank u wel, voorzitter. Ik voel dat dit ergens naartoe glijdt, alsof het zou lijken dat wij als CDA-fractie niet alle ondernemers in Twenterand graag willen behouden. Dus bij deze, wij willen alle ondernemers graag in Twenterand behouden. Laat dat glas helder zijn. En als er wat willen komen, zullen wij die ook daar waar nodig faciliteren. Maar laat ook glas helder zijn dat regels die gelden voor de een, dienen te gelden voor een ander. En dat is uiteindelijk waar wij in deze zaal om gaan en in dit huis over gaan. Of de regels die er liggen uiteindelijk toegepast worden. En die gelden voor ons als CDA-fractie voor alle bedrijven identiek het gelijke. Dus als dat uiteindelijk de kans zou zijn dat u zegt van nou het glijdt naar een bepaalde kant toe, wil ik die bij deze eigenlijk stoppen. Meneer Bossers. Meneer Klinkhamer, wat u voelt, dat voel ik niet. En dat was ook mijn bedoeling dus niet, om dat te suggereren of dat u aan te doen. Dat daar misstanden over staan. Dus ik blijf dan toch bij mijn oproep om die belangen goed af te wegen. Wij als gemeenteraad, als verantwoording voor ons Twenterand, dat het leefbaar blijft, dat er voldoende werk blijft. Dus dat is eigenlijk het einde van mijn betoog in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Bossers. En dan als laatste fractie in eerste termijn gemeente Belangen Twenterand, de heer Elzinga. Voorzitter, wie wat bewaart, heeft wat. Ik heb hier een krantenartikel. Twee pagina's stellend interview met de Baby Boy, zoals ze wordt genoemd. In een van de laatste edities van de papieren Roskam. Helaas, het bestaat niet meer. In dit interview vertellen de Baby Boys, want zo worden ze daar genoemd, dat het al lang niet meer om parketvloeren gaat.
Ze hebben een meubellijn, verkopen er tegels en allerlei bijactiviteiten, als badkamers en sanitair. Bebo adverteert in de landelijke kranten, we hoorden net de Telegraaf, ik ben er geen fan van, met elke bouwmarkt de baas. Want dat is het. Het is een bouwmarkt. En wat hebben we als raad daarvan gezegd? Dat ze op bedrijventerreinen moeten en niet in woonwijken. En collega Klinkham haalde net ook al aan, het gaat hier namelijk over, ik noem dat allemaal, brandsharing. Pakketvloeren, Allah, maar een bouwmarkt, die hoort er niet. De kernboodschap van dit raadsvoorstel zou dan ook willen typeren als illegale activiteiten uitvoeren wordt beloond. Ik hoorde net dat het maatwerk leveren is en de ander die noemt het hoofd boven het maaiveld, maar het mag gewoon niet. Het is nog willekeur ook, maar zo heet het raadsvoorstel niet. Volumineuze detailhandel, want daar is hier sprake van, is niet toegestaan aan het Oosteinde. Volgens de geldende structuurvisie Zuidoost en de omgevingsverordening van de provincie Overijssel. Het college stelt echter dat de structuurvisie Friesewind Zuidoost is geactualiseerd en dat er sprake moet zijn van ontmenging van bedrijfsactiviteiten. Om zo de illegale activiteiten te legaliseren. Maar waar kan ik dat besluit vinden? Want die vindt 2006 is gewoon geldig. Daar staat het niet. U deelt niet de mening van de twee indieners van de zienswijze dat het al die jaren wel degelijk sprake was en is van illegale activiteiten. Het college trad hier tegen nooit op, terwijl andere bedrijven en ook inwoners eveneens uit dezelfde straat Oosteinde dwangsommen werden opgelegd voor 30 centimeter van een schuurtje boven de rooilijn. Hoezo willekeur? En als het college de mening van de twee indieners van de zienswijze niet deelt, waarom schrijft u dan zelf in een collegebesluit van 2015 dat u de activiteiten wilt legaliseren? Je kunt alleen activiteiten legaliseren als deze illegaal zijn, of ben ik nu gek? Het college concludeert tevens dat op eigen terrein grenzen aan de bovenlandweg binnen de bestemming genoeg parkeerplaatsen zijn. Maar waarom parkeert men dan aan het Oosteinde en op een agrarisch gebied? Er wordt bijna structureel geparkeerd op agrarisch grondgebied. Dit is niet toegestaan. Dat schrijft u zelf. Maar ook dit ziet u door de vingers. U heeft geen enkele keer gehandhaafd, toch? Wat als meerdere bedrijven of inwoners dit nu allemaal gewoon gaan doen? Laat u dat dan ook toe. Dan is het einde toch zoek. Doel van de herinrichtingsplan Oosteinde in 2013 was om deze straat op lange termijn, 10 tot 15 jaar, verkeersluw te maken. U noemde daarin zelfs het bedrijf Leemans Groep. En nu doet u in dit dossier exact het tegenovergestelde. Voor de één, misschien twee bedrijven past u de structuurvisie Friesewind Zuidoost aan met als doel een uitzondering te maken. Of beter gezegd, te matsen. Maar waarom hier wel een uitzondering en bij een ander niet? Ik ben goed op de hoogte van de situatie van sloopbedrijf Heijnhoorn en de enorme tegenwerking van dit bedrijf al jarenlang vanuit dit gemeentehuis. Dat gaat al lang niet meer om het behoud van het bedrijf wat ik hier net hoor. Dat we trots moeten zijn op zo'n bedrijf in Twenterand. Maar het gaat erom om te laten zien wie hier de macht heeft en de baas is. Is dat treurig of niet? Tot zover mijn eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Elzinga. Dan kijk ik naar het college voor de beantwoording. Wethouder Scholten. Toch even 5 minuten schorsen, als u dat toestaat. Dan kunnen we alle vragen in 1 keer meenemen. Ik geef u 10 minuten tot 8:55. Dank u wel. We zijn weer compleet. Ik kijk naar het college wie ik daar het eerste woord mag geven. Wethouder Scholten, ga uw gang. In principe wil ik het alleen doen, tenzij de raad uiteraard zegt van... Er zijn inderdaad meerdere aspecten, maar om te beginnen, het is goed dat dit agendapunt op de twee agendapunten zijn samengevoegd. Er is inderdaad een correlatie tussen die twee. Laat dat helder zijn. Laat ook helder zijn dat het een proces is. Ik ben zelf in april 2015 begonnen. Toen speelde dat rond Bebo en volgens mij hebben we uit mijn hoofd in mei 2015 een principeverzoek gehad waarin wij als college gezegd hebben, het is ons gelezen, het legalisatieverzoek, laat dat ook gewoon heel helder zijn. Het is voor ons vanuit het rapport van BIZ nu uit mijn hoofd, zijn er wat ons betreft voldoende aanknopingspunten om mee te werken aan het verzoek van de expanderende onderneming Bebo. Wel, en dan kom ik even richting CDA-fractie met name,
Wel vanuit de gedachte, want dat geeft u eigenlijk ook aan, in het verleden zijn wat bedrijven zijn verplaatst met overheidsgeld naar Almeloosweg Oost. Het is inderdaad een gemiste kans dat om welke reden dan ook, dat toen niet gelukt is. Vervolgens moet je als college het doen met zeg maar, de situatie die je op dat moment hebt. En dan geldt voor ons het credo maatwerk. En dat geldt maatwerk binnen de regelgeving. En dat geldt niet alleen voor Bebo, dat geldt voor alle ondernemers. Waarom zeg ik dat? Ook op dit moment zijn wij nadrukkelijk in gesprek, maar dat waren we ook al met onder andere Hein Heun, net genoemd door GBT, maar ook met Leemans. Ook daar proberen wij binnen de regelgeving maatwerk te leveren. Terugkomend op het begrip legalisatie. Dat is ook een van de redenen waarom dit bijna 3 jaar heeft geduurd. Dat is inderdaad heel lang. We hebben als college gemeend, wetende de gevoeligheid van deze materie, wij moeten goed beslagen ten ijs komen. We krijgen 1 kans om het bestemmingsplan en in dit geval ook de structuurvisie zeg maar door de raad te krijgen. Dat kan alleen maar, en niet alleen door de raad, zelf nog een stapje verder, Raad van State proef te maken, zodat we zeker weten dat eventuele bezwaarmakers, dat die bezwaren niet gegrond verklaard gaan worden. Dat is ook de reden, en dat is inderdaad op een laat moment gebeurd, dat we de structuurvisie, geldend voor dat specifieke gebied, hebben gemeenten te moeten aanpassen om te voorkomen dat mogelijke bezwaarmakers zeg maar daar een grondslag kunnen hebben waardoor uiteindelijk wellicht het bestemmingsplan op die gronden vernietigd gaat worden. Er is een interruptie van de heer Elzega. Ja, dank u voorzitter. Hier wordt de expansiedrift, laat ik maar zeggen, die wordt hier geroemd. Dat is mooi, maar het kan niet op die plek. En u zegt nu eigenlijk van, nou ja, dat hebben ze nu mooi geregeld en we gaan dat legaliseren. Nou, u hebt net al van mij kunnen horen, het is geen pakketvloerenbedrijf. Het is gewoon een bouwmarkt. Daar adverteren ze zelf ook mee. En als je kijkt naar de producten, is het ook gewoon een bouwmarkt. Hoe legt u dit nu uit naar Doen Klussen in Frieseveen en naar Formido in Vromsoop, die naar die plek moesten op een bedrijventrein, waar hele andere normen gelden? Wethouder. Het bestemmingsplan, dat kunt u nalezen, geeft aan, wat verstaan wij onder volumeuze detailhandel op dat specifieke perceel? Vloermaterialen, sanitair en tegels. Daarnaast, we hebben vanuit dat legalisatieverzoek inderdaad een milieucategorie afgewaardeerd. We hebben een aantal meters waar zeg maar het detailhandelgedeelte, noem ik het dan maar even, volumeuze materialen ook ingeperkt. Op de vraag van de heer Klinkkamer, het is inderdaad zo dat die ruim 400 meter ook nog ingezet kunnen worden, maar dat is binnen de bestaande bebouwing. Dus het is niet zo dat er dan ruim 400 meter, dus er mogen 1300 meter detailhandel in volumeuze goederen, vloermaterialen, sanitair en tegels. Dat is de situatie. De tweede reden dat het lang geduurd heeft, er was een heel goed verkeerskundig onderzoek, vonden wij zelf ook, maar we hadden in die zin wat twijfels, omdat daar toen deels op dagen en tijdstippen is gemeten, van waarbij je wellicht wat vraagtekens kunt hebben, van hebben we dan wel de juiste gegevens. Dus we hebben daar ook nog vervolgens eigen onderzoek op gehouden. En vervolgens hebben we geconstateerd dat, en dat is het bedrijf ook goed in geslaagd, om op eigen terrein zeg maar die parkeerplaatsen te realiseren. Vervolgens terugkomend op het bezwaarschrift wat u onlangs onder ogen is gekomen. Van, het kan inderdaad zo zijn dat op bepaalde pieksituaties de parkeerdruk, u noemt dat inderdaad al dan niet naar agrarische gronden, dan wel aan de straat. Dat moeten we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Als dat een oproep is, dat heb ik ook besproken met de portefeuillehouder handhaving vanmiddag, dan moeten wij daar ook op ingrijpen. Laat dat ook helder zijn. Het is de verantwoordelijkheid van Bebo om te faciliteren in het parkeren op eigen terrein. En mocht dat op piekmomenten niet zo zijn,
dan kunt u daar de lokale overheid op aanspreken. Wethouder, ik onderbreek u even, want ik heb het idee dat u naadloos verder gaat met uw termijn. En het is goed dat u zoveel mogelijk vragen beantwoordt, maar ik wil toch de heer Elzinga gelegenheid geven om even te reageren. Ja, voorzitter, want nu begint u over het parkeren. U weet dus, want dat zegt u, hè, dat het gewoon gebeurt, maar u heeft er nog nooit tegen opgetreden. U legt gewoon de verantwoordelijkheid bij u neer, nou die doen het toch niet. Hè? Want dit is niet de eerste illegale situatie die plaats heeft gevonden daar. Dus ook als bedrijfsinwoning is daar geweest, wat ook niet mocht. Elke keer doen ze iets wat niet mag. En nu wordt het uiteindelijk beloond met legaliseren. Dat is gewoon een heel verkeerd uitgangspunt. En nogmaals, de vraag aan u. Waarom heeft u dan niet zo bij Doen Klussen of bij die voorganger ervan of ja, bij Formido? Waarom hebt u toen niet op die wijze gehandeld? We gaan eens even maatwerk leveren. Jullie doen het zo geweldig. Nee, eerst laten ze daarna vertrekken en later komt er iemand anders. Je praat dan over hele andere prijzen. Je hebt dan over parkmanagement wat ze moeten regelen en zo en over de manier van aanvoer. Dit is natuurlijk heel goedkoop. Dan kunnen ze ook de goedkoopste zijn omdat die anderen met andere zaken te maken hebben die kostenverhogend werken. Wethouder. Ja, volgens mij worden nu allerlei zaken bij elkaar gehouden. Die niks met ruimtelijke ordening, waar ik verantwoordelijk voor ben, dan wel met economie te maken hebben. Ik heb niet gezegd dat daar continu een illegale situatie ten aanzien van parkeren. Ik heb gereageerd op de brief van de heer T. die u onlangs onder de ogen heeft gekregen. Ik heb gecheckt binnen onze organisatie of de geregistreerde klachten de afgelopen jaren zijn ten aanzien van parkeren. Dat is niet het geval. Er zijn wel een viertal telefoontjes gepleegd met de verkeerskundig medewerker. Dus ik zeg niet dat het niet plaatsgevonden heeft. Maar u maakt er een karikatuur van door te generaliseren dat wij een groeiende onderneming, koste wat kost, zeg maar vanuit economie faciliteren. En het omgekeerde is juist waar. Meneer Elzinga. Voorzitter, ik maak er helemaal geen karikatuur van. Ik leg alleen maar de feiten neer. Er is hier een debat geweest in de Raad in 2013. Dat is de Leemansgroep is besproken en die moet binnen 10, 15 jaar weg. Tussen nog gezegd van hoe willen jullie dat allemaal dan betalen? He, hij mag gewoon nog uitbreiden daar zelfs nog. Dus waar hebben we het over? Het is niet eens een illegale situatie. Die wilt u over 10, 15 jaar daar weg hebben. Hoe, weet ik niet. Maar hier gaat u het gewoon weer toestaan. Het is gewoon heel dubbel beleid wat u uitvoert. En het is gewoon willekeur. Wethouder, u mag daarop reageren. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt... Nou, ik vind het wel zo netjes. Dat vind ik wel zo horen. Dat wordt van mij ook verwacht. Dus ik vind het jammer dat de heer Elzinga nu wegloopt. Maar goed, dat zal wel de maat zijn hier. Nee hoor, de heer Elzinga die is bereid en doet dat ook om op zijn schreden terug te keren en plaats te nemen achter de interruptiemicrofoon. Dus als u wil reageren, heel graag. Ik werd even getriggerd door de opmerking vanuit 2013 over de Leemansgroep. Ook daar zijn we aan het kijken, want het is inderdaad ook een van de bedrijven waarbij het destijds niet gelukt is om ze te verleiden om naar een nieuwbouwlocatie elders te vertrekken. Maar in hetzelfde rijtje als Hein Heun, maar welke onderneming dan ook, zullen wij daar ook heel kritisch, maar daar hebben we ook de provincie voor nodig, dat gebeurt op dit moment ook, om te kijken of het alsnog lukt om hun op een andere plek te laten landen. Dan wel, en dat is ook nog een hele tour de force op zijn Frans, om te kijken of wij hun op hun huidige plek kunnen faciliteren. Dus het is niet zo van dat wij vriendjespolitiek bedrijven op dat onderdeel. Het is wel opvallend dat u steeds teruggrijpt naar 2013 en vervolgens in die tijd bent blijven hangen. Voorzitter, ik ben hier in de tijd blijven hangen. Ik geef alleen maar de feiten aan. En je kunt wel zeggen dat het 2013 is, of 2015. Maakt niet uit, het jaartal maakt niet eens uit. Toch? 2015 zei u zelf dat het illegaal was en nu wilt u het legaliseren. Huidig verhaal, heb ik net ook aangehaald, bijvoorbeeld van 1 uur. Bent u 5 jaar, bent u daar aan het kloten, met alle respect. Voorzitter, meneer Elzinga, ik zou u willen vragen om dat woordgebruik hier niet te bezigen. Ik deed de aanhalingstekens en iedereen begrijpt wat dat betekent. Ik begrijp u ook, wij begrijpen u allemaal, maar nee, ik denk dat het zuiver is dat we dat hier op die manier proberen niet te doen. En aanhalingstekens zijn natuurlijk geen vrijbrief om te zeggen wat je wil. Dus laten we dat niet doen. Maar de strekking van uw boodschap is duidelijk en ik vraag de wethouder om daarop te reageren. Ja, ik reageer daar niet op.
Ik denk dat ik helder ben geweest in de beweegredenen van dit college om mee te gaan in dit maatwerk voor deze onderneming met de aantekening dat dat ook geldt voor andere ondernemingen, maar ook daarvoor geldt ook maatwerk. Oké, okay, dank u wel. Dan is er een interruptie van de heer Laman. Aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Wethouder, ik heb een vraag van hoe staat u er tegenover om deze onderneming tijdelijk een bestemmingsplan te geven? Met het vooruitzicht dat ze zich toch op een later moment toch naar een nieuwe plek op industrieterrein gaan. Dat we ze dus een poosje de tijd geven. Hoe staat u daar tegenover? Wethouder. Kijk, de ondernemer die wil graag op die plek blijven en zijn bedrijf, de productielocatie op het Weitselpoort en zeg maar vanuit de authenticiteit, ik dacht dat vanuit de ChristenUnie dat aangegeven was, koestert men zeg maar die bijzondere plek vanuit een lokaal gevestigde onderneming die dan weliswaar landelijk opereert. Maar alles hebben wij daarin afgewogen. Kijk, het is aan die onderneming zelf om te zeggen van we gaan wel of niet verplaatsen. En het is ons destijds niet gelukt, maar dat heb ik ook al aangegeven. Dus ik voel niet voor de tijdelijkheid. Meneer Laman. Ja. Maar is dat überhaupt mogelijk dan om dat tijdelijk te geven, een bestemmingsplan tijdelijk te geven en zeggen van ja, toch op termijn moet u naar een andere locatie toe. Maar ik proef ook dat de heer Smelt zegt ook van de weg wordt behoorlijk kapot gereden. Of dan door de cliënten van Bebo komt of van andere gebruikers, dat weet ik niet. Dat zal er vast mee te maken hebben. De parkeervoorzieningen zijn niet optimaal, hoor ik zeggen. Zelf ben ik niet helemaal op de hoogte van Bebo pakket. Ik ben er nooit geweest. Maar nu het debat aandoort, dan denk ik van ja, wat zijn de mogelijkheden? En wat zijn de mogelijkheden om toch te proberen om dit bedrijf eventueel in de toekomst op het industrieterrein te krijgen? Wethouder. Ik blijf toch bij het oorspronkelijke antwoord. Want ja, bestemmingsplan, dat probeer je dat inderdaad ook 10 jaar zeg maar die mogelijkheid biedt. Daarnaast hebben we het ingekaderd zodat op het moment dat een eventuele verkoop, dat weet je niet, aan de orde is, dat daar niet ongebreidelde vormen van volumeuze detailhandel of anderszins plaatsvinden. Dus je gaat ook echt in op de balancering van welke producten. En vervolgens moet je dat denk ik ook. Eigenlijk sta je daarmee als overheid ook toe, of als gemeenteraad, want u gaat daarover, dat de situatie is voor Bebo. Want dat doe je niet van. Zo stellen wij bestemmingsplannen ook niet vast. Die blijven geldig totdat er een nieuw bestemmingsplan komt. Hoewel de kader straks van de omgevingswet de hele andere wetgeving. Maar goed, op dit moment hebben we het met de wetgeving van nu te doen. Ik denk ook vanuit de continuïteit dat een onderneming niet gebaat is bij een korte termijn oplossing. Want je investeert niet voor 4 of 5 of 6 of 7 jaar. Maar goed, ik hoef niet op de stoel van de onderneming te gaan zitten. Dus ja, daar wil ik het even bij laten. En ten aanzien van de. Ik weet niet of dat voldoende. Ten aanzien van de vraag van het feitelijk gebruik van de bovenlandweg. Volgens ons voldoet het aan de, zeg maar, de belasting van dit moment. Vervolgens, dat gaf de heer Smelt met name aan, dacht ik van, ja, u heeft het over de uitstraling van de weg. Hè? Van, heeft het dan die uitstraling? Maar volgens mij heeft Bebo ook vanuit de uitstraling gekozen voor die plek. Dus ook vanuit de andere. We hoefden niet een snelweg naar aan te leggen. En mocht in de praktijk blijken dat inderdaad de breedte of de nou ja, goed, dan is dat een discussie die inderdaad de aandacht behoeft en die we ook nadrukkelijk moeten volgen. Dus vanuit verkeer. En dus op dit moment zien wij geen aanleiding om de weg te verbreden. Interruptie van de heer Smelt. Ja, voorzitter, de interruptie is bedoeld om de mogelijke misvatting die ik heb laten ontstaan, om maar even recht te zetten. Ik ga niet over de uitstraling van de weg. Ik geef aan dat de inrichting van de weg, die er nu ligt, een bepaalde uitstraling vertoont, die wat ons betreft onwenselijk is. En die koppel ik aan verkeersveiligheid en een aantal verkeersbewegingen die er op piekmomenten gewoon zijn. En je kunt net zoveel metingen doen als je wilt met een perskabel. Je kunt het pas zeker weten en ervaren als je daar eens een tijdje op een stoeltje gaat zitten om te kijken wat gebeurt hier nu werkelijk.
dan heb je de beste indicatie. En als je daar een oordeel over zou willen geven en dat zou willen teruggeven aan wat gebeurt er op dat wegdek, dan doe je denk ik recht aan de knopen die daar wel degelijk zijn. Laat ik daar ook bij aangeven dat als meneer Laarman zegt, meneer Smelt geeft aan dat die weg daar kapot gereden wordt. Ik zei dat de bermen, dat die worden kapot gereden en dat er meer breedte gebruikt wordt. En daar moet u ook echt gaan kijken dan de grasbetonkeien die ernaast gelegd zijn. Of de verhardingstrook, er zijn nog niet eens grasbetonkeien, de verhardingstrook die ernaast gelegd is. En dat auto's bereid zijn om daar bijna voor in de sloot te rijden. Ook al zou men om die chicanes heen. En ik zei u, ik loop daar regelmatig langs en ik weet heel goed wat er gebeurt. En dat vind ik een onwenselijke situatie waar de gemeente nadrukkelijk naar zou moeten kijken. Wat gebeurt er met het wegprofiel wat we daar hebben liggen? En wat is daarvan overgebleven? Dit is ook niet oké. Okay, er zitten al diepe gaten in. Als je daar met je band in komt, ik wil je, met name op bepaalde situaties, ik wil je graag behoeden voor ongelukken die eraan zouden kunnen ontstaan. Dus even rechtzettend. Ik ga niet over de uitstraling, maar ik geef u wel aan wat het gevolg is van. Ja, dank u wel. Dank voor de verduidelijking, wethouder. Ja, als ik u oproep moet interpreteren van monitor nu strak of zeg maar in de feitelijkheid de weg wel in goede conditie blijft, dan zeggen we dat toe. Want we zijn sowieso toch bezig met alle verkeersmaatregelen die nog niet geprioriteerd zijn, et cetera. Dus dat zal ongetwijfeld daarin meegenomen worden. U was aan het einde van uw termijn. Dank u wel voor de beantwoording. En dan kijk ik rond of er behoefte is aan een tweede termijn. CDA, ChristenUnie en GBT. Ik begin met de CDA-fractie, de Klinkkamer, aan u het woord. Dank u wel, wethouder. Ik had expliciet een aantal vragen gesteld met betrekking tot het verkeer aan onze wethouder. Aangezien deze wethouder niet gaat over verkeer, misschien dat die andere daar nog wil gaan beantwoorden. Het was het refereren naar de motie die gaat over het in- en uitritten. Ik ga u vast mededelen dat op het moment als u daar geen toezegging over doet met betrekking tot deze locatie, wij waarschijnlijk overwegen een amendement in te dienen. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat wij de buurt misschien blij gaan maken met wat bankjes ervoor, zodat die buurt in ieder geval daar weer mooi gebruik kan maken van die 30 kilometer zone. Meneer Klinkkamer, even voor de helderheid en ook voor de wethouder. U vraagt een toezegging, dan is het denk ik goed om de toezegging te formuleren zoals u die vraagt. Dan kan daarop gereageerd worden. De toezegging zou moeten zijn of men op de hoogte is van de motie die is ingediend op juni 2015. Die gaat over het wel of niet toepassen van inritten en de rechten die er al zijn. En of dit dan op de een of andere manier gaat vertaald worden voor de locatie Oosteinde 243. Oké, dank voor de verduidelijking. Dat is de toezegging die ik graag zou willen hebben. Zo niet, dan komt er een amendement. Overwegen wij een amendement. Het tweede punt is dat er in de reactienota die is gekomen op de zienswijzen die zijn ingediend door een aantal gremia, is dat er wordt verwezen naar de structuurvisie. Er is net al even kort op gerefereerd. Die structuurvisie is agenda punt 2. En hoe kun je nou in agenda punt 2... Je kunt refereren naar agenda punt 3 als er in 2 nog over besloten moet worden. En wat helemaal markant was, dat is ook wel bijzonder, ik wil er ook graag een reactie op. Hoe kan dat zijn dat we al gezegd hebben, we gaan de maatschappelijke impact op het wijzigen van een structuurvisie gaan we vertalen nadat deze, agenda punt 2, 4 weken ter inzage heeft gelegen en dan is de structuurvisie vastgesteld. Dat is een beetje raar. Dan gaan we dus dingen omdraaien en we gaan verwijzen naar het ene terwijl het andere nog vastgesteld moet worden. Ik kreeg dan een beetje het gevoel toen ik hier naartoe reed, ik denk, hoe moet ik dat nog omschrijven? Dat is hetzelfde voor vorige keer vergadering, bespraken we de verkeersvisie Friesenveen. En dan gaan we over een visie, echt de grote contouren, de vlekken in een gemeente, waar wij met z'n allen over gaan, gaan we praten over een bloembak met Afrikaantjes aan de Engelstraat en aan mijn part aan het Oosteinde. Op dat niveau hebben we het. Want er staan hele grote pijlen bij twee bedrijven. Ik heb nagekeken, één bedrijf kan ik eruit halen, het andere bedrijf kan ik niet lokaliseren. Het is wel heel bijzonder dat we een structuurvisie op zo'n detail nu gaan aanpassen. Daar ook wellicht graag een reactie op. En voor wat betreft de hele discussie die voor ons nieuw is in een fractie, we hebben net even kort op gesproken met betrekking tot het opwaarderen van wegen. De CDA-fractie zal geen voorstander zijn zoals het er nu bij staat voor het opwaarderen van de Bovenlandweg. Die Bovenlandweg die is er als gebiedsontsluitingsweg voor wat betreft de mensen die daar wonen. Op het moment dat wij die wegen gaan opwaarderen,
dan gaan wij uiteindelijk het miljoenenproject Rusluierweg ondermijnen. En die Rusluierweg hebben wij met z'n allen, inclusief de provincie Overijssel, aangelegd om mensen aan het Oosteinde een veilig en prettig leefklimaat te geven. Dus als de vraag is, gaan wij nou bij voorbaat dingen breder maken voor of een bedrijf of voor wat andere? Kijk, de weg ligt er en wat ons betreft is dat een prima weg voor waar die ervoor zou moeten liggen. Dus dank u wel, voorzitter. Interruptie van de heer Smelt. Ja, voorzitter. Ik heb de heer Klinkhamer te vragen of hij deze vraag stelt naar aanleiding van mijn opmerking over opwaarderen of over de staat van de weg die ik net in de interruptie had met de wethouder. De heer Klinkhamer. Ik heb meegeschreven, daar ben ik goed in. Er werd eerst gesproken over de weg, dan graskeien, dan twee lagen graskeien. En de laatste opmerking die werd gemaakt is de uitstraling van de weg. En de uitstraling van de weg is de weg hoe je daar naartoe rijdt als zijnde een weggebruiker. Die is, nogmaals, prima voor het gebied. Ik zal het u uitleggen, u woont aan het Oosteinde. Maar op het moment dat je dus vanaf Geesteren komt en er wonen heel veel bouwvakkers die heel hard werken. En je maakt die weg zo aantrekkelijk, dan wordt onze Rusluierweg, nogmaals, aangelegd door ons allen. Inclusief de provincie Overijssel, wordt ondermijnd. En dan krijgen we iets wat we niet willen als CDA-fractie. Heer Smelt. Maar voorzitter, dan denk ik dat we twee zaken hier hebben te bespreken. En ik wil de heer Klinker aan me vragen of hij daarmee mee eens is. Dan is de geleiding naar de Rusluierweg, denk ik, een heel groot en essentieel punt in de bewegwijzering en de routering naar de Rusluierweg. En het tweede punt is het afbaken van de snelheidsbeperking aan die bovenlandweg, waar geen enkele bebording voor staat, dat zult u dan ongetwijfeld weten, is denk ik dan ook iets om te regelen. Bent u dat met me eens? Meneer Klinkhamer. Ja, ik vind het allemaal prima dat wij met borden gaan werken, maar u weet net zo goed als ik dat iedereen in deze omgeving op de hoogte is van hoe wegen lopen. Ik weet hoe een weg achter Turbergen ligt en ik weet hoe de weg in Zendrum loopt. En op het moment dat er een sluipweg is en de jongens die alle dagen naar hun werk moeten, die kijken niet naar borden, die weten die wegen te vinden. Nogmaals, de CDA-fractie is in deze, vindt het belangrijk dat wij uiteindelijk moeten waken voor de inwoners die aan het Oosteinde wonen, waar heel veel tijd en energie over ingestoken is en heel veel geld in geïnvesteerd is. En ik spreek veel inwoners aan het Oosteinde die zeggen, het ziet er mooi uit, dat willen we graag zo houden. Voorzitter, aan deze interruptie heb ik er volgende geen vragen meer. Oké, dank u wel. Dank voor uw bijdrage in tweede termijn, heer Klinkhamer. En dan de ChristenUnie. U mag meteen, u blijft er fit bij, heer Smelt. U mag meteen naar de tweede termijn microfoon. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Zojuist spraken wij in eerste termijn over het bedrijf Bebo in zijn huidige vorm, maar ook weer teruggrijpend op de bestuurlijke verantwoordelijkheid die deze raad in voorgaande raden al eens genomen heeft om het bedrijf te helpen op plekken te ondernemen. Met name aan de Wijsselpoort en beperkingen te leggen aan de Bovenlandweg. En daar hebben wij toen in toegestemd en wij vinden dat het college binnen de regelgeving die haar toestaat alles eraan mag doen en ook moet doen binnen maatwerksituaties om bedrijven binnen onze gemeente, of ze nou Bebo heten of ze hebben andere namen, om die te faciliteren. Laat dat punt gemaakt zijn. De ChristenUnie-fractie heeft nooit bepleit en doet dat ook nu niet dat als wij het hebben over maatwerk, dat daar bedrijven een bevoordeelde situatie mogen ontvangen. Wat je altijd moet doen, is kijken naar de perspectieven. Wat je als gemeente altijd moet doen, is binnen welke mogelijkheden kunnen wij iets wel of niet waarmaken. En voorzitter, en het klinkt misschien wat raar uit mijn mond, maar als ik u zeg dat ik het bedrijf waar we hier over spreken, Bebopakket, binnen de bandbreedte waarin zij ondernemen, geen bouwmarkt vindt, zoals doen of zoals Formido, dan denk ik dat ik het doe vanuit en moet doen vanuit expertise. Ik denk dat dit bedrijf een handelsonderneming is die in staat is om vanuit partijverkoop bepaalde artikelen te verkopen die hij naar de markt brengt, specifiek voor één artikel of meerdere artikelen. En dat is toch een totaal andere marktbenadering dan de bedrijven die zojuist door collega Elsinga hier benoemd werden. Ik hecht eraan om dat hier te vertellen en nog eens een keer te duiden dat mijn interpretatie en mijn kennis van hoe een bouwmarkt eruit zou moeten zien en de functionaliteit een andere is. En ik wil ook hier aan deze microfoon zeggen dat ik mij daar ook niet in herken. Ook vanwege de beeldvorming. Ik vind het ook niet correct. Ik denk dat we hier
eerlijk met elkaar moeten kijken wat is hier aan de hand. Binnen de mogelijkheden die de gemeente stelt, en daar ligt onze taak, zullen er beperkingen liggen ten aanzien van het bestemmingsplan. Zullen er beperkingen liggen ten aanzien van milieugebruik en beperking tot de functionaliteit. En we moeten geen dingen oproepen richting het college die er in functionaliteit niet zijn. En anders moet het college hier, als het gaat om handhaving, zelfstandig verdedigen waarom ze wel of niet handhaaft. Wij zijn hier van de kaderstelling en mijn kaderstelling vanuit mijn fractie, die heb ik u net in eerste termijn duidelijk gegeven. En vandaar ook dat wij na ampele overwegingen hebben kunnen besluiten dat deze beide agendapunten wat ons betreft wel akkoord zijn. Even terug naar de weg. Waarom heb ik u daar net in mijn eerste termijn en in de interruptie nog eens een keer nadrukkelijk naar gevraagd? Het gaat er mij niet om, meneer Klinkhamer, dat wij een opwaardering doen om vervolgens de mooiste racebaan aan de Bovenlandweg te doen ontstaan. Het gaat er mij om dat de huidige situatie met het huidige gebruik situatie veroorzaakt die, waarbij ik ook de verantwoordelijkheid weer bij het college leg voor het verkeer, om te kijken of dit een wenselijke situatie is voor de lange termijn. En ik schat in, vanuit de kennis die ik heb, dat dat nu niet meer het geval is. En als het college mij antwoordt na onderzoek, meneer Smelt, u heeft dat totaal verkeerd gezien, want op basis van het GVVP vinden wij dat een prima situatie. Nou oké, dan accepteer ik dat, want dat is namelijk mijn verantwoordelijkheid. Ik ben geen verkeersdeskundige en daar sta ik hier ook niet voor. Waar ik hier wel voor sta, is om zaken aan te reiken of aan te roeren die in de beleving van ons, in dit geval mijn fractie, voor verbetering vatbaar zijn. Ik doe hier geen oproep voor een opwaardering qua verkeerssnelheid. Ik doe hier geen oproep voor het geleiden van sluipverkeer van de Rusleiweg. Ik doe juist een oproep en ik hoop dat mijn collega straks bij een ander agendapunt dat heel nadrukkelijk zal zeggen. Dat de Rusleiweg, wat ons betreft, een veel beter doorstroomkarakter moet krijgen dan dat ze nu krijgt. En dat gezegd hebben, voorzitter, wil ik hierbij laten. Als het college van oordeel is dat ze nog wat aanpassingen moeten doen, dan hoor ik het graag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Smelt. En dan als laatste in tweede termijn de fractie van gemeente Belangen Twenterand, de heer Elzinga. Ja, dank u, voorzitter. Nou, we weten nu om welke producten het gedeeltelijk gaat, maar nog niet alles, hè, want het wordt en dergelijke genoemd. Dus ik zou heel graag willen weten wat voor producten het dan allemaal meer zijn, zodat we de brancering echt kunnen zien wat het dan betekent. Is het nou een bouwmarkt of niet? Nogmaals, je adverteert er wel mee, maar dan laat het dan ook maar aan ons dan zien, als we straks over 2 weken een besluit nemen, van wat is het dan? En wat is het verschil dan met een bouwmarkt? Want dan kunnen wij gaan discussiëren over, en waar hoort een bouwmarkt? En als het geen bouwmarkt is, kijk, we hebben direct in mijn eerste bijdrage heb ik al gezegd, als het aan pakketvloeren doet, hè, waar het ooit begonnen is, ja, dat hebben wij, is dat altijd toegestaan. Daar hebben wij geen problemen mee. Het gaat om dat je een stapje verder gaat. En dan kijken wij ook wat voor de een geldt, geldt dat ook voor de ander. Dat is het belangrijkste voor ons. Dus als we pakketvloeren doen, hoeven ze wat ons betreft niet weg. Dan hoef je ook niet verder uit te breiden. En dan zal het verkeer ook verder niet toenemen. Dus dat zal dan ook meteen minder een probleem worden. Dan even, voorzitter. De handhaving die u noemt over parkeren op agrarisch grondgebied. U weet het, u stelt het ook in het stuk. En toch, u handhaven niet. Ik ben toch wel heel erg benieuwd of u nu gaat handhaven of niet. U zegt het toe. Maar laat dan de komende maanden, half jaar, maar eens zien hoe vaak u gehandhaafd hebt daar. Want dan wil ik het ook wel eens zien en dan wil ik ook bewijzen. En wanneer u dat heeft gedaan en wat u dan heeft aangetroffen. En dan moet u niet op een zondagavond of een maandagochtend, maar op het moment dat het zo is. Dan hebben we in ieder geval ook een beeld als raad van waar hebben we het nu eigenlijk over. Waar wij het grootste probleem mee hebben, voorzitter, en dat is hoe je mensen informeert. Er zijn 2 bezwaren ingediend, 2 zienswijzen moet ik eigenlijk zeggen. Persoonlijk en door een stichting, een platform detailhandel. En er wordt een antwoord gegeven op een vraag, hè. Een zienswijze wordt weerlegd en dan wordt er gezegd dat het besluit van 2006 al is geactualiseerd. Nou, die Klinkhamer haalde net ook aan, terwijl dat helemaal niet het geval is. U geeft de mensen gewoon een totaal verkeerde antwoord, een totaal verkeerde indruk. Dat hoort niet, want het besluit is nog niet genomen. Dus kun je niet een paar maanden geleden al tegen die mensen zeggen, ja, maar het is al geactualiseerd, dus uw zienswijze klopt niet. Nee, op dat moment hadden zij gewoon gelijk. Dus u zult met het antwoord volgens mij nog wel terug moeten naar die mensen, dat het niet klopt. Maar we moeten wel de juiste informatie geven aan mensen die een zienswijze indienen en niet met iets aankomen wat niet juist is. Dus, voorzitter, ik hoor nog wel van de wethouder in... Want het zal wel bespreken gaan worden. Of hij daartoe bereid is, kan hij vast even over nadenken.
En verder, CDA kondigt waarschijnlijk een amendement aan. Inderdaad, die motie, ik heb hem net even snel nagekeken, die is inderdaad ook duidelijk. Als je dan er ook dwingend uitvoering aan wil geven, dan is het beter om er met een amendement te komen. En we wachten die af en die zullen we dan beoordelen, voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Elzinga. Verkeerstechnisch zijn er een aantal vragen gesteld. En ik kijk even naar de heer wethouder Engbers of hij die nu kan beantwoorden. Dat is het geval. Dan geef ik u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk twee dingen die er ook spelen. Bovenlandweg, intensiteit die er optreedt hoe de weg er nu uitziet. Met de herinrichting van het Oosteinde hebben wij hier intern ook gezegd van, ja, je moet wel weten van, wat is het nu voor effecten op de bovenlandweg? Want de mensen hadden daar toen ook al problemen mee. Moet het nu eenrichtingsweg worden? Moet die afgesloten worden? Moeten er meer drempels in? Wat moet er eigenlijk gaan gebeuren? Dus we hebben voor herinrichting van het Oosteinde gemeten. En er komen dan intensiteiten uit. En er komen marges van snelheden uit. En een gemiddelde. Toen het Oosteinde dicht zat, hebben we gemeten. En nu nadien nog eens. Die gegevens die ga ik dus nog een keer ophalen voor u. En die gaan we zo nog even delen met u voor de komende periode. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om te weten van wat is nu het percentage vrachtverkeer. En dat komt er ook uit. Daar gaat het voornamelijk om. De drempels die er gelegd zijn, die knetterhard zijn, die er nu in liggen. Want ik rijd er wel eens en dan moet je echt niet harder dan 20. Ze doen het goed. Nou voel je echt de veren en dan kan ik naar de garage. Ze doen het goed, maar de vraag is, moeten er nog meer in? En toen hebben we gesproken over eventueel een landbouwsluis. Dat wil zeggen, afgesloten voor alle personenvervoer. En alleen de aanliggende percelen zijn bereikbaar voor de landbouw. Dat ze niet helemaal om hoeven rijden. Nou, daar zijn we in feite nog niet helemaal uit. Maar de verkeersvisie en het overleg met de buurt van het Oosteinde geeft wel een aantal richtingen en een stukje input van hoe gaan we er nu verder mee om. Maar ik denk dat het nog wel even van belang is om te kijken van welke vrachtwagens, welk vrachtverkeer gaat er nu langs? En wat is dan wijs? Dus de gegevens daarover, die zullen we nog een keer bij elkaar halen en daar ook nog even goed naar kijken. Dan Oosteinde de inritconstructie. Volgens mij heb ik daar toen ook met u over gesproken. Elk perceel heeft het recht om ontsloten te zijn. Middels een inritconstructie. Dat kun je dus niet als gemeente ontzeggen en zeggen, ja, u krijgt dat niet. Dus het recht, als die er ligt op een perceel, dus als een perceel aan de weg ligt, heeft hij het recht om ontsloten te zijn via een inrit. Ik weet, ik heb het net even nagevraagd ook, van bij het perceel ligt dus aan de oosteinde voor het perceel Bebo geen ontsluiting. Dat was ook in het plan, in het gesprek in feite met het college, met de ambtenaren. Ontsluiting alleen aan de bovenlandweg. Van het recht wensen zij dus ook geen gebruik te maken. Maar u kunt het recht niet ontzeggen. Dank u wel, wethouder Engbers. Ik constateer dat beide onderwerpen naar de bespreekagenda gaan voor de komende raadsvergadering. Ik wijs er ongetwijfeld ten overvloede op dat hoewel we deze vanavond in één keer behandeld hebben, het straks wel twee afzonderlijke besluiten zijn in de raadsvergadering. Dus dat u daar als fractie ook rekening mee houdt qua uw standpuntbepaling. Dan sluit ik hierbij dit onderwerp en dan gaan wij over naar het laatste onderwerp van vanavond. De ontsluiting van Raap Kerger via bedrijventerrein Almelozenweg Oost. Ik heb voorafgaand aan de inhoudelijke behandelingen tweetal mededelingen. De eerste is dat wegens ziekte geen van de directieleden van Raap Kerger vanavond aanwezig kan zijn. Ze waren er graag bij geweest, zo begreep ik. En de heer Hoekstra nodigt belangstellende raadsleden uit die eventueel nog vragen hebben om die vanaf morgen bij hem neer te leggen. En het tweede niet onbelangrijke punt is dat de heer Smelt vanwege zijn directe relatie met het bedrijf
niet deelneemt aan de beraadslagingen en ook bij de behandeling in de raad niet deel zal nemen. Dat is zuiver om dat op die manier te doen en ook goed om dat op die manier te melden. Alle fracties hebben zich hiervoor aangemeld. Spreektijd in eerste termijn is 3 minuten en ik begin bij de heer Laarman. Dank u, voorzitter. Ja, voor de verkeersveiligheid op het Oosteinde is het mooi dat de ontsluiting van Raap Kerger voor het vrachtverkeer aan de achterzijde van het bedrijf op het bedrijventerrein Almoseweg Oost wordt ontsloten. Het vrachtverkeer van en na Raap Kerger neemt steeds meer toe en dan met name ook de LDV's, dat zijn de extra lange vrachtauto's. Dit geeft een negatieve invloed op de verkeersveiligheid voor de overige verkeersdeelnemers, maar dan voornamelijk ook voor de fietsers, zoals schoolgaande jeugd die naar de Reobord gaan. Deze komen hier in het gedrang. Dit zal dus een enorme ontlasting voor het Oosteinde geven en komt de verkeersveiligheid ten goede. En hier hebben we lang op gewacht. Want in mijn beleving was het ook een van de redenen om bedrijventerrein Almeloosweg Oost aan te leggen, dat Raap Kerger aan de achterzijde ontsloten kon worden en eventueel verder kon uitbreiden. Dat de gemeente Raap Kerger tegemoet komt in de kosten om logistiek ook om te zetten, kan ik me voorstellen, want andere bedrijven die bij een bedrijfsverplaatsing ook zijn ook tegemoet gekomen in de kosten. Maar dan zijn de kosten nu zo hoog om een stukje weg aan te leggen. En dat snap ik niet. Er wordt 2 ton uitgetrokken om een stukje weg door te trekken vanaf de sloot naar hun terrein. En er wordt een stukje aangekocht. Maar puur voor het aanleggen van die weg wordt 2 ton uitgetrokken. En ik vind het overdreven veel geld. En ik wou daarna de uitleg eigenlijk even van de wethouder. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Laarman. Dan de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Hier ligt een voorstel waar een, naar mening van de fractie Partij een oplossing biedt voor de verkeersveiligheid op het Oosteinde. En dat is eigenlijk een hele goede zaak voor de kern van de Friese Veen. Voor Raap Kerger denk ik ook. Want het versterkt de leefbaarheid, zoals ook in het raadsvoorstel staat, van de kern daar. Kijk alleen maar naar de afname van het aantal verkeersbewegingen. Als ik goed begrepen heb, gaat dat terug van 1300... Naar 1700 wou ik al zeggen, dat is een omgekeerde berekening, dat is niet zo. Maar het gaat dus terug van 1300 naar 700, waarbij die meerderheid echt alleen door Raap Kerger werd veroorzaakt. En als dat op een andere manier bij Raap Kerger terecht kan komen, dan is het denk ik alleen maar een goede zaak. Het biedt kansen op de versterking van de leefbaarheid en ik denk ook dat het kansen biedt voor Raap Kerger, omdat het daarmee ook toekomstbestendiger staat. Ook dat staat allemaal in het raadsvoorstel. Toch heeft de fractie van de Partij van de Arbeid toch nog een aantal vragen. En dat gaat met name wat betreft de bekostiging en waar de gemeente Twenterand een bijdrage voor gaat leveren. En toen werd het woord onrendabele top gebruikt. Toen dacht ik bij mezelf, wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Ik moest het echt 3-4 keer lezen voordat ik dacht van, begrijp ik het nou goed? En volgens mij komt het er gewoon op neer dat de gemeente meebetaalt aan de kosten voor Raap Kerger. En dat ook toegestaan is, omdat het geen staatssteun is. Omdat als je kijkt naar het totaal van het bedrag, dan betaalt Raap Kerger uiteindelijk naar verhouding meer dan dat de gemeente bijdraagt. Maar wat mij niet duidelijk wordt uit het stuk, is van waar is nou de bijdrage van de gemeente op gebaseerd? Op welke aanname is dat gebaseerd? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de prijs die Raap Kerger vraagt voor de grond en de taxatie die is geweest, ik begrijp uit de stukken dat daar toch een behoorlijk verschil in was. Hoe is dan vervolgens in de onderhandelingen het bedrag tot stand gekomen? Welke veronderstelling zit daar onder? Daarbij wat mij ook opviel in het stuk is dat, dat staat er ook, dat Raap Kerger aan heeft gegeven dat ze op zichzelf geen problemen hadden met de huidige ontsluiting. Dan denk ik bij mezelf, 500 vrachtwagens, verkeersbeweging aan de voorkant meer, dat je daar geen problemen mee hebt. Dan denk ik bij mezelf van, hoe zit het dan met verkeersveiligheid? Hoe zit het met je maatschappelijke verantwoordelijkheid? En die nemen ze uiteindelijk ook wel, omdat een groot deel van de bekostiging ook door Raap Kerger zelf wordt bijgedragen. Maar het zette mij wel even aan het denken van, goh, hoe is die bijdrage nu tot stand gekomen? Tot slot, voorzitter, heb ik ook nog een vraag aan de wethouder.
Hier is een specifieke situatie voor een bedrijf midden in de kern van Frieseveen waar een oplossing voor gevonden is die ook onze goedkeuring kan dragen. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar zijn er meerdere bedrijven waar dit soort situaties spelen, waar wij in de toekomst wellicht ook voorstellen voor krijgen, waar vergelijkbare oplossingen gezocht moeten worden? En ik ben daar wel benieuwd naar. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reusken. Dan gaan we verder met de fractie van de VVD, de heer Kovers. Ja, dank u wel. De VVD die is blij dat er een overeenkomst is bereikt over de uitvoering van dit plan. In goed overleg is er een oplossing bedacht waarbij zowel de gemeente als de onderneming kunnen instemmen. Hierbij zijn belangrijke stappen gezet. Raapkerken kan een betere routing krijgen naar de N36 en daarmee een betere logistiek. Nu alleen die N36 nog opwaarderen zou ik zeggen. En voor het dorp Frieseveen betekent dit een grote afname van de verkeersbewegingen. En daarmee het voorkomen van gevaarlijke situaties. Daarmee gaan zowel de veiligheid en de leefbaarheid van het Oosteinde erop vooruit en is er een belangrijke werkgever voor Frieseveen behouden. Wij complimenteren dan ook de wethouder en het bedrijf met deze belangrijke stap. Dank u wel. Dank u wel. Dan de fractie van de SGP, de heer Bossers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben. Wij als SGP zijn ook blij dat deze oplossing er nu gekomen is. Het heeft heel lang geduurd. De tijd lost de problemen wel eens op, wordt wel eens gezegd. We hebben een crisis gehad en we hebben nu weer een opwaartse beweging economisch. En nu blijkt er een oplossing te komen. Het heeft wel heel lang geduurd. En verschillende keren zijn we bijgepraat en dat je denkt, komt het wel goed. En dan weer zit je dat, zie je het fenomeen. Een ambtelijke staf moet met een commercieel bedrijf overleggen. En dat geeft wel eens problemen. Maar gelukkig is het nu tot een goed eind gekomen. Het vrachtverkeer zal binnenkort of na de aanleg van de weg achter, via de achterzijde bedrijf oprijden. Het bedrijf heeft toegezegd dat de werknemers ook aan de achterzijde bedrijf zullen binnengaan in de toekomst. Daar zijn we ook heel blij mee. Dus het aantal verkeersbewegingen op dat stukje Oosteinde zal drastisch afnemen. Dus wij als SGP zijn blij dat dit nu eindelijk bereikt is. Alleen ja, je hebt altijd vraagtekens. Waarom moet dat zo lang duren en zo moeilijk duren? Nou, een aantal oorzaken weet ik wel, maar daar ga ik nu verder niet op in. En het bedrag wat de heer, of de, waarom dat het bedrag gegeven is. Ja, meneer Reuske, ik denk dat ik het wel weet, maar de wethouders moeten het maar beantwoorden. Maar als je in het bedrijfsleven hebt gezeten, dan weet je dat wel. Maar we zullen het antwoord van de wethouder aanhoren. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dan de volgende fractie, de ChristenUnie. Mevrouw Hilbrink. Dank u wel, voorzitter. In onze coalitie hebben we de afspraken gemaakt dat er verbeteringen zouden komen over de verkeersveiligheid van het Oosteinde. En dan met name rond het knelpunt Poorthuis, Raapkerker. En na lang onderhandelen en veel communicatie met de raad, waaruit een motie voortkwam op 2 juni 2015 over de ontsluitingsweg en briefwisseling daarop in april 2016 over de kosten van de ontsluiting, is dan nu eindelijk het plan gerealiseerd waarmee invulling wordt gegeven aan de opdracht om het Oosteinde verkeersveilig te maken en de geluidsoverlast te verminderen. Vanwege de kosten kon Raapkerken in het begin niet meedoen met de bedrijfsverplaatsingen en sindsdien is er daarom overleg over alternatieve oplossingen met betrekking tot de verkeersontsluiting aan de zuidkant van het bedrijf. Door de voorgestelde maatregel in dit voorstel zou het aantal verkeersbewegingen van zowel auto's als vrachtverkeer flink dalen en op termijn zal ook de overlast van de verkeersstromen van het personeel afnemen omdat ook zij via de nieuwe weg zullen gaan rijden. Er is onderzocht of er geen sprake kan zijn van staatssteun en daarmee van het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijf en met behulp van de overheid. Dit is niet zo gebleken, gelukkig. Sterker nog, de provincie heeft subsidie vrijgemaakt voor realisatie van het plan. Onze zeer grote complimenten daarvoor. Mede omdat de provincie al eerder subsidie had gegeven voor sanering van woningen, herinrichting van de weg en de aanleg van de Rustluiweg. Het lag niet voor de hand dat de provincie ons hierin opnieuw een gebaar zou maken. Over de Rustluiweg gesproken. Net werd al in het vorige debat aangehaald dat de Bovenlandweg behoorlijk overbelast is. En dat wij eigenlijk graag zouden willen dat de Rustluiweg meer gebruikt zou worden. Onze vraag is of met bebording op die manier misschien dit gerealiseerd zou kunnen worden. We hebben de indruk dat veel vrachtverkeer toch nog de indruk heeft om via het Oosteinde een soort sluipweg te vinden. Of dat via
de navigator daarin niet goed wordt aangegeven dat de rustluiweg gebruikt kan worden. Maar we denken dat met bebording dit wel opgelost zou kunnen worden, of althans voor een groot deel. We zouden daarom nog graag deze suggestie willen doen aan de wethouder en zijn benieuwd of dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort. We zijn verder heel positief over het plan en kunnen dan ook instemmen met het voorstel dat de wethouder ons doet. En complimenten voor de uitwerking zoals die nu voorligt. Dank u wel, mevrouw Hilbrink. Dan de CDA-fractie, de heer Kulder. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij als CDA-fractie zijn uitermate content met dit verhaal. We hebben in april 2016 het initiatief genomen om te vragen naar het college om met Raoul Kerger in conclave te gaan om te kijken of de ontsluiting aan het oosteinde op een andere manier kon. Want iedereen die een klein beetje bekend is op Friesveen weet gewoon dat dat een geweldig druk verkeersstuk is. En met deze oplossing ontsluiten we inderdaad heel veel vrachtverkeer wat nu vanaf het oosteinde de weg op gaat. Dat we te zijnde tijd een betere aansluiting naar N36 krijgen is een bijkomst, goede bijkomstigheid. We hebben toen met de aanleg van het plan is er al rekenschap gehouden met de ontsluiting van Raapkerk aan de andere kant. Alleen het was een beetje in de verkeerde economische tijd. Raapkerker heeft best wel ook, net als andere bedrijven, moeilijke periodes gehad. Vandaar dat het ook langer geduurd heeft. En in tegenstelling tot heel vaak, wat we meestal tegenkomen, dat geschatte bedragen hoger vallen, gaan we nu van 250.000 euro die we geschat hadden, gaan we zelf naar beneden toe, 182.000 euro. Nou, ik zou zeggen, een beter bedrijfsakkoord zou je niet kunnen vinden. Dus gaan ze door, college, op deze goede weg. Er zijn een aantal technische vragen gesteld. Ik ga ervan uit dat dat wel beantwoord wordt. Wij zijn in ieder geval heel content dat eindelijk dit gelukt is. En dat we een bedrijf van Raoul Kerger op deze manier kunnen faciliteren. En voor Twente Rand kunnen behouden. En daar zijn we denk ik ook verantwoordelijk voor. Dank u wel. Dank u wel, heer Kulder. En dan als laatste in eerste termijn de fractie van gemeente Belang Twente Rand, de heer Elzinga. Ja, dank u voorzitter. Veel is al genoemd, ook de oorsprong van dit plan. Er zijn ook door diverse partijen toen amendementen ingediend en die worden eigenlijk nu gewoon uitgevoerd. Onder andere was dat de Hofmansweg die toen helemaal 30 kilometer zou worden. Dat hebben we als raad toen naar 50 gedaan voor het deel Hofmansweg tot de afrit N36. En hetzelfde voorstel en van dezelfde vergadering kwam dit voorstel om uit te zoeken van hoe kunnen wij het oosteinde verkeersveilig maken, verkeersluw, want dat was de inzet. En kunnen we dan misschien niet de vrachtwagens vooral, maar het verkeer van Raapkerker en Zuis via een andere manier een weg te laten vinden. Voor ons was het absoluut bespreekbaar, daarom hebben wij het voorstel ook ondersteund. Maar er waren wel kanttekeningen. We vonden de staatssteun belangrijk. Dat speelde op dat moment heel erg. Want dan moet je natuurlijk niet hebben dat je daar een boete voor krijgt. En hoe zit dat nu met de kosten van de gemeente? Want we wilden geen blanco check. En we vonden belangrijk dat Raapkerker ook een deel voor haar rekening nam. En dat hebben ze gedaan. Dus eigenlijk zijn alle kanttekeningen weggenomen, perfect dus. Ook een compliment aan het college, ook nog om subsidie binnen te halen van elders, daar zijn we helemaal dol op. Dus ook dat is goed gebeurd. En omdat het weggenomen is, goed voor de veiligheid, goed voor de leefbaarheid van de Oosteinde, goed voor Friesenween, goed voor iedereen, voor de fietsende jeugd die daar naar school gaat. Dus waarvoor dank aan het college, voorzitter. Dank u wel, meneer Elzinga. Dan is er een enkele vraag gesteld aan de wethouder en ik geef hem graag de gelegenheid die te beantwoorden. Voor u begint, wethouder. Ja. We zijn bijna klaar, mensen. Mag ik u vragen om de bilateraaltjes even te stoppen, dan wel naar buiten te gaan, zodat we ook dit laatste antwoord van de wethouder goed mee kunnen krijgen met elkaar. Dank alvast. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, feitelijk is door de diverse fracties aangehaald van het gebiedsontwikkelingsplan Friesenveen Zuidoost ging voornamelijk om verbetering van het leefklimaat. Dat was het plan bedrijven uitplaatsen van het oosteinde naar Friesenveen Zuidoost, vergroten van de verkeersveiligheid, verkeersgeluidsoverlast verminderen. Nou, dat is hier nu toch gebeurd. Gelukt. Dank ook voor uw ondersteuning, voor uw complimenten. Ook richting ambtelijk apparaat die daar ook heel nadrukkelijk bij betrokken was bij de onderhandelingen die daar geweest zijn over het hele traject. De bedrijfsverplaatsingsregeling is niet gelukt in het verleden.
Maar dit is ons nu wel gelukt, het verleggen van de verkeersdruk van het Oosteinde naar de achterkant. En het heeft het nodige gevergd. En terecht legt u daar ook de vinger bij van aan. Het is dus wel vanaf het begin 2015 tot nu, 2016, 2017, nog een keer een motie. Het heeft lang geduurd. Ja, de overleggen over en weer en vooral over financiële situaties, dat geeft wel hoofdbrekens, omdat je ook bij, bij het bedrijf heel moeilijk lag. Dat is ook de reden geweest waarin we gezocht hebben naar de ultieme mogelijkheid om dit te kunnen doen. En natuurlijk is daar de subsidie van de provincie is daar een hele grote bijdrage aan geweest, maar ook dat we in Friesenveen Zuidoost straks een geld beschikbaar hebben nog uit dat fonds die hier ingezet kan worden en daarmee dus de dekking in feite gecompleteerd wordt. Nou, ik noem even een paar data. Op 26 september vorig jaar hadden we dus een afrondend gesprek met een klap erop. Hé, hey, dat is een leuk verjaardagscadeau. Ik was jarig die dag. 29 november hadden we overeenstemming over de teksten. Maar de Raad van Commissarissen, en dat wil ik u niet onthouden, wij vonden het belangrijk om u als raad niet onder druk te zetten, maar ook de Raad van Commissarissen van Raap Karger niet. Oftewel, we hebben het proces keurig netjes afgewandeld en gezegd van, feitelijk, voordat we naar de Raad gaan, willen we wel graag weten binnen Raap Karger of daar ook bij de Raad van Commissarissen de toestemming is om dit te gaan doen. Nou, ik neem u even mee nog naar het stuk. Er staat een klein foutje in. Op pagina 2, de laatste alinea van de inleiding, er staat onder voorbehoud van instemming van de Raad van Commissarissen, van de hoofddirectie. Dat is namelijk nu wel achter de rug, dat is gebeurd. Ja, het stuk is dus al voorlopend erop geschreven. 21 december was daar de toestemming. En die was wel nodig, en daar zat ook bij Raap Karger, zat daar heel veel druk. Die toestemming was nodig om deze overeenkomst aan te kunnen gaan. Nou, daar kwam bij dat dus januari tot maart in feite de uitvoeringsperiode is voor Raap Karger. Dat zij om kunnen switchen binnen het hele bedrijfsgebeuren. En nou, 1 april was niet meer haalbaar voor ons om dus de zaak helemaal rond te hebben. En hier een besluit en de aanbesteding enzovoort enzovoort. Dus daarmee komt dus de uitvoering komt even wat in het verschiet liggen. Maar niettemin, de overeenkomsten zijn getekend en we hebben hier nu dit. Vandaag dit debat erover. Ik wil nog even ingaan op ja, de onrendabele top. Wij hebben met het bedrijf heel nadrukkelijk daarover gesproken en gezegd van wij hebben onze taxatie. Wij kunnen als gemeente niet meer geven voor grond als de taxatieprijs. Daar moet u, evenals anderen, moeten daarmee omgaan. Dat wil zeggen, wij kunnen niet de ene zeggen, ja, de taxatie is zoveel, maar we gaan in de onderhandelingen, gaan we er ruimschoots overheen. Vinden wij gewoon niet acceptabel. Raap Karger zit met de eigen bijdrage. Hoe kunnen ze dat organiseren binnen Saint-Gobain, binnen hun bedrijf? Daar hebben ze nadrukkelijk over gesproken en gezegd van, wij willen u pertinent niet opzadelen met staatssteun. Want je zult als gemeente kunnen geven. Als je doet, moet het bedrijf terugbetalen. Dat wilden wij absoluut niet. Dus we hebben gezegd, daar moeten we wegblijven. Daar moeten we dus niet zijn. In de onderhandelingen zijn we dus nu uitgekomen op degene wat er nu ligt. Er staan een aantal zaken genoemd van waar dus het geld onder 3.2, waar dus Raap Karger een aantal bijdragen levert en zegt vanuit, wij moeten die uitgaven doen, wij moeten op eigen terrein om, wij moeten een semi-permanente bebouwing gaan leveren binnen een heel korte termijn, want dan moeten we ook zelf om en dat kunnen we niet op permanente basis doen, want dan zou het hele bedrijf nu al om moeten. En nou, word ik even gevraagd, de noodzaak bij Raap Karger voor veiligheid wordt gevoeld. Maar ten aanzien van economie, ten aanzien van bedrijfsvoering, was die in feite nog niet
in zicht en nog niet in beeld. Nou, dat gaf ook wel even wat moeite tijdens de onderhandelingen, maar wij zijn er met elkaar uitgekomen. En natuurlijk, en dan komt dat groeimodel, 3.3, komt dan natuurlijk ook nadrukkelijk aan de orde dat je daar naartoe wilt. Dat je dat met elkaar nu ook afgesproken hebt. Er zit een groeimodel in, ja, maar dat betekent ook straks dat ook al het andere naar de achteruitgang gaat. En die afspraken zijn vastgelegd. Voorzitter, dan de vraag van de heer Laarman over de 2 ton. Dat is de weg die daar neergelegd moet worden, maar dat betekent wel een, vanwege al het verkeer wat er overheen gaat, dat die weg ook behoorlijk zwaar is. Qua uitvoering, qua profilering, qua ondergrond. Daar wordt eens naar gekeken en gezegd van dit zijn de ramingen die er zijn. Wij doen dat zo strak mogelijk. Maar dat betekent ook dat we straks niet bij u terug willen komen en zeggen van ja, er moet er nog 20.000 euro bij. Dat willen we dus ook voorkomen. Dus we hebben daar heel goed naar gekeken en we hebben, daar is dus dit bedrag uitgekomen. Ten aanzien van... Er is over dit punt een interruptie van de heer Laarman. Ja. Ja, even voor de duidelijkheid, wethouder. De weg die nu ligt is bijna bij de sloot, tot aan het hek. Daar praten we over dat stukje. Oh nee, sorry. Er zijn ook wat tekeningen naar toe gegaan en we hebben ook in een vorige overleggen eigenlijk al gezegd. Het is dus nu, wij moeten over de sloot, dan moeten we tot aan het hek. En voorbij het hek moeten we nog 3/4 van de lengte van het perceel. Ja, dus aan de oostzijde, buiten het hek, gaan we dus 3/4 van de lengte van het bedrijfsperceel. Daar willen ze insteken, want dat is juist de optie die voor hun in beeld is als mogelijkheid om vrachtverkeer, maar daar gaat het hier nu om, hè, vrachtverkeer, om dat de toegang te geven tot hun logistiek, die dan wel omgezet moet worden, maar waarbij zij dan in de gelegenheid zijn om dat op een goede wijze af te wikkelen. En daarmee is dus de weg... Ik zal u deze zo even meegeven, want dit plaatje geeft dus aan van tot hoe ver de weg gaat. Dus het is niet alleen de 50 meter. Ja, Laarman. Ja, u gaat dus straks een stukje grond van Raap Kerken kopen, dat nu bestaand bedrijventerrein is. Daar staat een hek, is een stuk verharding. De gemeente gaat een stuk verharding kopen, gaan we afbreken, gaan we opnieuw een weg aanleggen. Is dat geen kapitaalvernietiging waar we met z'n allen bezig zijn? Ja, voorzitter, even wat recht zetten. En ik had graag die als technische vragen beantwoord, maar goed. En u mag dat overigens, het staat u vrij, ja, om te zeggen dit is een technische vraag en ik kom daar op een later moment op terug. Ja, goed, sorry, hier staat de tekening is helder en duidelijk. En die geeft dus aan dat de weg nu gaat door het gras. Oftewel, er ligt nog niets. Het is wel bestemd als bedrijventerrein. Dat is dus in een voorgaande bestemmingswijziging al gebeurd. Maar nu is het nog gewoon gras. En daar leggen zij dus, of daar wordt dus nu de weg gelegd. Dus niet dat het ten koste gaat van hun eigen bedrijfsbestemming die ze al hebben, die ze al in gebruik hebben. Maar die gaat er langs heen. Ik maak graag geen gebruik van de tekening. Dank u, voorzitter. Zou mijn voorstel ook zijn dat u zich met z'n tweeën buigt over de tekening en dan eventuele onduidelijkheden probeert weg te nemen. Dan heb ik nog 1 vraag openstaan, wethouder, en die is van de Partij van de Arbeid. Of er op dit moment meerdere bedrijven zijn waar een soortgelijk scenario wellicht aan de orde is. Of u daar kennis van heeft, ja of nee? Nou, voorzitter, daarvan moet ik zeggen dat ik daarvan geen kennis heb. Dus die zou we dan graag willen weten van welke dat dan zijn en of wij daar eventueel... Nou, moeten kijken van wat daar de intensiteiten zijn. Ik heb nog een andere vraag liggen van de ChristenUnie. Bovenlandweg, Rusluierweg. Is de Bovenlandweg geen ontmoediging van de Rusluierweg? Nou, terecht dat die vraag komt. De bebording is dus nu aangebracht, hè, met het maken van de Rusluierweg. En dat daar dus aanwijzingen gegeven worden van welke kant moet je op voor het centrum van Vriezenveen. Dus daar is aandacht voor geweest. Ook richting, en dat wordt dus steeds gedaan, hè, richting bedrijven die erover gaan, die dus navigatiegegevens gebruiken, nieuwe wegen die aangelegd worden. Zo gauw een nieuwe weg er is, wordt die ook doorgegeven, zodat navigatiesystemen aangepast kunnen worden.
Mevrouw Hilbrink, ik sta u één interruptie toe, omdat dit niet bij het onderwerp hoort. En u zou daar op een andere manier mee om moeten gaan, via technische vragen of wat dan ook. Maar de wethouder beantwoordt en ik sta u één interruptie toe. Dank u wel, voorzitter. De bedoeling van de opmerking was om met bebording verbodsborden te plaatsen, zodat het vrachtverkeer ontmoedigd wordt om die wegen te gaan. Nu wordt het op een... Ja, wordt er een advies gegeven om zo te rijden, maar het blijkt in de praktijk nog heel veel op een andere manier gemaakt te worden van het centrum. Dus de vraag is of het ook met verbodsborden kan. Welk verbodsbord zou u willen? Verboden voor vrachtverkeer. Die staat er al. Op? Op het oosteinde. Nou, ja. Ja? Oké, okay, dank u wel. Nou, kijk. Zo leer je steeds je eigen dorp wat beter kennen. Dank wethouder voor deze aanvulling. En dan kijk ik rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan concludeer ik dat dit naar de akkoordagenda kan voor de komende raadsvergadering. Ik dank u allen voor uw bijdrage van vanavond. En ik wens u wel thuis en voor de meesten tot morgen.